Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. En vandaag ben ik hier voor de tweede keer met Lou Niestad, maar voor de eerste keer met Juf Universe. Ja, ik had eigenlijk natuurlijk mijn Juf Universe outfit aan moeten doen. Heb je die? Ja, die heb ik, ja. Er zitten filmpjes bij, we gaan het er zo over hebben, maar er zitten ook filmpjes bij van Juf Universe. Dus die heeft altijd een laboratoriumjas aan, zo'n fluoriserend gele experimentenbril. Fluoriserende flitsen in de oren en aan de ketting. Dus ja, dat had ik kunnen doen. Gemiste kans. Gemiste kans. Gemiste kans. Ja. We gaan het hebben over waar Lou al zelf meer dan 30 jaar mee bezig is. Psychologie, positieve psychologie, manifesteren. En grote vraag op een gegeven moment. Waarom leren we dit niet aan onze kinderen? Ja. En dan kun je natuurlijk gaan wijzen van, hey, waarom doen we dat niet en dat er van alles misgaat. Maar Juf Universe is zelf in de pen geklommen en een hele mooie nieuwe leermethode eigenlijk. Ja, het is een fictie, non-fictie verhaal waarin eigenlijk al die dingen waarvan ik in ieder geval denk, jemig. Waarom leren we dit niet als we al heel jong zijn, zodat we niet zoveel hoeven te ontleren? Yeah. En dat is allemaal samengekomen. Maar vorige keer dat we elkaar spraken, toen hadden wij het over, eigenlijk al over de voorloper hiervan. En toen dacht ik nog dat het een boek was, dat het een leesboek was voor kinderen. Met dezelfde informatie, maar dan allemaal in een fictief verhaal. En dit is uiteindelijk het vervolg daarop geworden. Of niet het vervolg, maar de volgende stap geworden. Want het lukte maar niet en het ging maar niet en het wilde maar niet. En de wet van polariteit is ook een wet. En die was vol in werking. Dat ik dacht, hè? En het wat heel leuk was trouwens, na onze vorige podcast, toen hebben we het gehad over het boek. En ik ben wel 2 of 3 mensen tegengekomen die me op straat aanspraken. En zeiden, oh, ik heb je podcast geluisterd met Janneke. En ja, ik zit echt te wachten op dat boek. Zo leuk. Dat is echt heel leuk. Ja. Ja. Voor jou, want we zijn eigenlijk al begonnen, maar ik ga even een stapje terug in de tijd. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar dat hele kleine knopje doneren en zo je waardering aan ons overbrengen. Dat waarderen wij dan weer enorm. Dus kunnen we nu echt beginnen? Ja. Top. Maar vertel, want ik heb hem direct aangeschaft voor Doutzen. Ja, zo leuk. Nou, vertel jij eigenlijk maar eventjes. Het is, ik wilde iets. Eigenlijk wilde ik iets maken voor mijn eigen kleinkinderen. Die variëren tussen de 10 en de 7 maanden. En als antwoord op de vraag wat ik nu zou creëren als ik zou weten dat ik nog maar 3 jaar te leven had. Daar is dit uit dat ik dacht, dan wil ik een soort legacy achterlaten voor de kleinkinderen. Alle dingen die ik ze nu meegeef bij leven en welzijn. Stel dat dat niet zou kunnen, hoe zou ik dat dan voor ze achter willen laten? En daar was een boek, al die ideeën voor gekomen. En toen dacht ik, wat als, ik dacht ook, ja, we hebben toch een soort gevecht met de digitale wereld, zeg maar, de schermpjes en de dingen. Toen dacht ik, wat als het nou een soort papieren Netflix-serie is? Dus dat het niet in 1 keer komt, maar dat het in fases komt. Ook omdat het allemaal, de manier waarop ik het oorspronkelijk bedacht had, nou, niet bleek te werken. En achteraf gezien weet je altijd dat je denkt, oh, er is dus echt iets beters. Waardoor ik dacht, ik ga het gefaseerd doen, in een soort schooljaar doen, zodat het ook gefaseerd gebracht kan worden naar de kinderen. Waarbij dit dus een papieren Netflix-serie is geworden, de Noodflix. En het is een fictief verhaal van Charlie. Zij zit in groep 8, dus 12 jaar. Ze zit bij Juf Universe in de klas. En van haar leert ze dus al die universele wetten. Waaronder de wet van aantrekking, de wet van ritme, de wet van polariteit, de wet van compensatie. En waar ik net over heb, de donatie is eigenlijk de wet van compensatie. Jij geeft energie en er komt energie voor terug in welke vorm dan ook. En ik
heb Charlie in de pilot episode. Nee, in de pilot episode bedenkt Charlie de Noodflix. Want zij leren deze informatie, krijgen ze van Juf Universe. Maar het gaat niet alleen om het leren. Je moet het leven en doorgeven. Want alleen leren, daar heb je niet zoveel aan. Je moet het toepassen. Het is toegepaste psychologie, zal ik maar zeggen. Je moet het ervaren. En dan ga je automatisch doorgeven, omdat je inderdaad komt op het punt van, waarom weet niet iedereen dit? Het is super simpel, wat niet hetzelfde is als super makkelijk. Het is echt moeilijk, omdat je jezelf moet herprogrammeren. Maar als je dat gaat doen en je gaat zien wat dat voor wonderen oplevert, dan ga je automatisch doorgeven. En Charlie, die bedenkt de Noodflix. Dat ze denkt, oh, ik ga er een soort, dat wordt mijn vorm om het door te geven. En dat is de Noodflix geworden. Waarbij de pilot episode is de basis van manifesteren. Dus zeg maar even de basis van manifesteren. De basis van hoe je met je gedachten je werkelijkheid creëert. En daarna volgen er 10 episodes van elk 48 bladzijdes. Met daarin experimenten. De Lab of Attraction doen ze. Hè, wat een soort van. De Law of Attraction is natuurlijk het Engelse woord voor de wet van aantrekking. En de Lab of Attraction is het laboratorium wat ze in de klas gebouwd hebben om letterlijk te experimenteren met die wetten. Van, is het waar? Want je wil dingen niet zomaar aannemen. Je wil daar zelf mee experimenteren. Dus ze experimenteren letterlijk met hun gedachten en kijken wat het voor invloed heeft op materie. Hadden we ook al even mee kunnen nemen, die stokjes, die toverstokjes, dat je kunt zien als je met metalen stokjes in een soort pistoolvorm vouwt en daar rietjes omheen doet, zodat ze kunnen sweepen. Als je dan aan iets denkt waar je blij van wordt, dan gaan ze uit elkaar. Als je aan iets denkt waar je boos van wordt of verdrietig van wordt, dan gaan ze naar elkaar toe. Je maakt letterlijk je energieveld groter of kleiner. En daarmee kan je laten zien. Want dit is natuurlijk waarom het enerzijds heel simpel is, anderzijds zo lastig is. Je moet iets geloven wat je niet kan zien. Dus je moet, ja, je moet er maar van uitgaan. Dit is waarom je ermee moet experimenteren. Wat gebeurt er als ik me focus hou op iets wat ik wil versus wat ik niet wil? Want met je gedachten creëer je letterlijk die werkelijkheid, omdat je met je gedachten een gevoel creëert. Met dat gevoel in je lichaam creëer je letterlijk een frequentie naar buiten die wij niet kunnen zien, maar die wel voelbaar is en die zichtbaar is als je het bijvoorbeeld met die stokjes doet. En dus ze hebben de Lab of Attraction in de klas waarmee ze experimenteren met die verschillende wetten. Er zitten quantum jumps in waarmee ze naar hun toekomstige zelf jumpen om daar de informatie vandaan te halen. Als je gaat kijken naar het kwantumveld en dit is, wij noemen het de OMG van de oneindige mogelijkheden galaxy, waarin alles mogelijk is en waar jij uit kunt halen wat je wil. Maar je haalt er altijd wat uit. Of je er nou uithaalt wat je wil of wat je niet wil. Als je gefocust bent op wat je niet wil, dan haal je daaruit wat je niet wil. Dus jezelf, je geeft eigenlijk kinderen zelfzeggenschap over wat ze willen creëren en wat ze willen manifesteren. Ik vond het zo leuk dat, want je was een hele tijd weg van social media. En pats, ja. Boom, ik heb altijd een regel, social media, dat gebruik ik om te publiceren en te produceren. Ja. Ik mag eigenlijk niet consumeren. Nee. Maar ik deed hem aan en hop, dat was de buurvrouw. Ja. Ik denk, hé, wat doet die hier? Maar niet veel later deelde hij ook dat grappige verhaal van de uil. Kun je het nog herinneren? Ja. Ja, dat spelen we met de OM Game. De OM Game, dat is een. Daarin spelen. En dit spelen ze in de klas. De OM Game wil zeggen ook. Dus de oneindige mogelijkheden Galaxy. En dit is de game waarin we gezamenlijk op zoek gaan naar een sign. En dat doen we doen het in teken. De klas. Een teken. En we doen het omdat je op die manier kan zien dat waar jij je op focust, wat je zoekt, ga je vinden. En omdat we het met z'n allen doen, kun je ook zien, de wet van oneindige mogelijkheden, dat het op oneindig veel manieren naar je toe kan stromen. Dus we vinden het ook allemaal op andere plekken. En dat geeft ons bewustzijn even een soort seintje van, hey, zie, het kan echt.
Want je innerlijke criticus vindt hier van alles van. Die is zo geprogrammeerd dat hij denkt, ja, dat kan allemaal helemaal niet. Maar als je nou even dat parkeert en denkt, oké, nou, maar wat als het waar is? En wat gebeurt er als je gaat focussen op wat je wil? En zo spelen we in de OM Game. Dus elke week krijgen we elke week een nieuw sign. Het sign van die week was een uil. En we hadden het al op ongelooflijk veel manieren gevonden. Maar mijn partner, Lenneke, wij zijn samen de Universal Studios begonnen. Waaronder dit dus één van de eerste, nou ja, zeg maar, dingen die we creëren. Zij stuurt op een gegeven moment een filmpje, zegt ze, nou, dit geloof je niet. Dit geloof je gewoon niet. Ze zit midden in Amsterdam en ze kijkt naar buiten en ze denkt, huh? Zie ik dit nou goed? Dus ze pakt de telefoon om het te filmen. Ze ziet een persoon met op zijn haar schouder een hele grote, levende uil. OMG. Ongelooflijk. En die staat dus bij een vuilcontainer. Ja, dat zag ik niet echt. En dus, nou, wij dachten echt van, wauw, deze is zo bizar. Waar ga je in Amsterdam een levende uil op een... Nou, daar lagen we natuurlijk al helemaal van de OMG. En de OMG staat dus voor die oneindige mogelijkheden galaxy, maar ook voor dat OMG-gevoel wat je hebt als je iets op onverwachte wijze vindt. En dit is wat er continu gaat gebeuren. Dat je denkt, hè? Hoe dan? Omdat het op een vuilcontainer staat en er staat aan de zijkant, ik weet niet meer helemaal precies, maar dat laatste stukje woordje is vuil. Maar er zit letterlijk vuil tussen, dus je ziet alleen uil. Nou, het is echt te briljant voor woorden. Ja, en het werd nog gekker, want ik had dat net gezien. En ik loop heel vaak even bellend naar Baanbrugge om daar een boek op de bus te doen. Ja. En dat time ik meestal zo. Maar goed, mijn belletje was nog niet af. Dus in plaats van dat ik daar de winkel inloop, ga ik daar op dat krukje zitten naast de ingang. Nou, daar ga je natuurlijk nooit zitten. Nee. Maar nu liep het even zo. En ik zit daar en ik zit lekker te bellen. En ik kijk zo bij dat huisje omhoog waar je nooit naar kijkt. Nee. Want je bent gefocust op, komt altijd verkeer over dat smalle bruggetje. Ja. En je moet die winkel in. En ik zit daar even in alle rust. En ik kijk omhoog en wat hangt daar voor het raam? Een uil. Gehaakt of zo. OMG, ja. Dus toen dacht ik, oh, wat geinig, hè. Dit is dus wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. En het ligt altijd verborgen midden in het zicht. Alleen, je ziet het niet. Ik heb nu ook weer zo gelachen. Omdat je soms... is het zo in your face en dan zie je het niet. Een van de dingen die we zochten was een astronaut. En... ik heb hem al veel eerder gezocht en gevonden op de gekste plekken. En nu de laatste keer toen we hem in de OM Game speelden, toen was ik in Amsterdam bij die Tigerfly Shop, zoiets. Dan hebben ze in ieder geval allemaal ik hou natuurlijk van journals, boekjes, dingen. En een van de dingen die ik zelf heel graag zou willen manifesteren, of die ik eigenlijk Charlie wil laten manifesteren, is een agenda voor die zij eigenlijk wil maken voor de middelbare school. En ik liep daarin en ik zag een supergoed voorbeeld van hoe ik hem zou willen creëren met tabbladen en dingen. En daarnaast stond een notitieboekje met een astronaut erop. Dus ik dacht, oh, dit is de tijd voor die astronaut in de OM Game. En overal waar ik keek, astronauten. En dus ik zag het als sign en ik denk, oh, dat is cool. Dan neem ik mee. Ik neem dat voorbeeld, die voorbeeldagenda neem ik mee. En dan is dit het sign dat ik op de juiste weg zit. Want dat is eigenlijk wat je vraagt. Van oké, geef me dan een sign van welke kant moet ik op. Maar nu was ik van de week in Amsterdam. En ik had in diezelfde winkel had ik iets gezien wat ik wilde kopen voor mijn neef. Dat ik dacht, oh, ik loop nog even naar die winkel terug. Maar ik kwam nu vanaf de andere kant. Dus ik steek het Rembrandtplein over. Daar staat een huge, huge, huge astronaut. Als de denker van Rodin, maar dan een astronaut. Dat dacht, OMG. Daar zag ik alles zo in het klein. En ik dacht, oh, je bent op de goede weg. Maar ik had het dus niet gezien, want ik was daar niet langs gelopen. Dat er een enorme grote stond om de hoek. Dat je dacht, ja, ik had hem niet gezien. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet is.
En zo is het met zoveel dingen. Ook al kan ik het niet zien, wil niet zeggen dat het er niet is. Hey, en even direct terug naar dat kind, hè? Want wat heeft een kind hieraan? Want ik zit dan direct te denken, is dit gewoon goed voor je zelfvertrouwen? Is dit om te leren, te durven, bouwen op je intuïtie? Ja. Of, want ik zeg bijvoorbeeld, tot in den treuren tegen Duitsers, ongelooflijk, hè? Jij hebt ook echt altijd geluk. Ja. En dan komen we aanrijden bij een stoplicht en dan springt hij direct op groen en zegt ze, ja, wij hebben ook altijd geluk. Ja. En wat ik het leukste vind, we staan al 10 minuten voor het rode stoplicht en dan springt hij op groen en zegt ze, ja, wij hebben ook altijd geluk. Ja. Maar dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wat je kinderen wil leren. Want ja, we hebben altijd geluk als dat is wat je zoekt. Als je een gelukzoeker bent, dan zul je geluk vinden. Of je nou eerst 10 minuten voor rood staat te wachten of niet. Je ziet het geluk. Je ziet het geluk op het moment dat het groen wordt. En ik denk dat dat een hele belangrijke is voor ons allemaal, maar zeker ook voor kinderen. Het leven is in dat opzicht niet maakbaar, want het staat gewoon voor de deur. Maar ga jij op zoek naar wat er goed is, dan heb je altijd geluk. En dat is het mooie eraan. Het is niet zo dat opeens alles alleen maar goed gaat en dat het alleen maar high vibes only is en dat het... He, wat dat betreft is die hele positieve psychologie-politie natuurlijk best heftig. Want het gaat om alle dingen. Het gaat om alle vibes, het gaat om alle gevoelens. Het gaat om, het gaat er alleen op. Kun je de shine in de shit vinden? Shit will happen. Dat is onvermijdelijk. Pijn is onvermijdelijk. Lijden is een keuze, zei iemand. Youth Universe nu, maar het is gestolen van iemand. Maar ik weet even niet meer of het de Boeddha was of wie dan ook. Dat is een heel mooi voorbeeld. Want ja, je staat eerst 10 minuten voor een stoplicht. Maar het zien dat je geluk hebt als het stoplicht op groen is. Dus dat je letterlijk gaat zien in je omgeving dat het universum voor je werkt. En als jij het ook zo ziet, het ook al word je gestopt. Dat je denkt, oké, nou dan is er iets voor mij om hier te vinden. Want ik word niet voor niks gestopt. Dan moet ik misschien nog even wachten op iemand die ik moet ontmoeten op een bepaald moment, wat ik niet kan zien hier vandaan. Maar wat wel de volgende stap is voor iets wat ik voor mezelf wil. Dus wat is er hier te vinden als ik ogenschijnlijk gestopt word? En is het dus dan dat dit belangrijk is voor kinderen om ze... Nee, vertel jij het eventjes. Want wat stel je voor, je leert een kind dit niet. Of stel je voor, je leert een kind dit wel. Wat maakt dat dan voor verschil, denk jij? Nou ja, ik zat even te denken, want in de eerste instantie dacht ik, gaat het om de OM Game. Ik heb dit ook gespeeld met mijn eigen groep 8. En daar hebben we de meest magische dingen meegemaakt. Dus je zit letterlijk dat je denkt, hoe dan? We bespraken elke week het nieuwe sign. En dat bespraken we met elkaar. We gingen met elkaar even zitten van, oké, wat zullen we zoeken? Eén meisje zei, laten we het yin-yang teken zoeken. Iemand anders die zei, laten we het gif teken zoeken. Dus gewoon letterlijk van gif, poison. En iemand zei, laten we het geschreven woord help zoeken. Oké, heel random. Iemand in de klas die vroeg van, hoe ziet het gifteken eruit? En je hebt natuurlijk tegenwoordig al die smartboards, dus die digiborden. Dus ik kan gewoon googlen op het grote scherm. Dus ik google gewoon gifteken. Ik klik op afbeeldingen. Dus we zien in één keer alle afbeeldingen verschijnen, heel groot, midden in de klas. I kid you not. Er staat het is zo'n medicijnpotje met daarvoor liggen alle pillen in het woord help. Oké. Daarna staat een soort gifpotje, maar daarin hebben ze een yin-yang teken. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon het gifteken. En de hele klas in één keer, OMG, dat je gewoon 3 signs in één keer zo ziet, terwijl ik bij het woord help al dacht, ja, ik weet niet, die is misschien een beetje lastig. Of weet je, dat je gaat zien, je gaat gewoon heel wonderlijke dingen zien. En toen zochten we dus dat gifteken. En ik ging met de klas naar een theater waar we een rondleiding kregen. En we werden rondgeleid ook door de kleedkamers. Er stond zo'n man iets uit te leggen en ineens hoor ik één leerling, juf! Iedereen, wat? Die had op die hele wand met al die posters, had die
zo klein op een theekopje of op een theeservies een gifteken gezien. Uit al die dingen. Het is, je oog valt erop. Je had het, anders had je het niet gezien. Je weet wat je zoekt, daar ben je naar op zoek en dat ga je vinden. En het is, de rest is het allemaal niet, want ik zoek dat. Dus ik zoek naar wat ik wil. En als je zoekt naar wat je wil versus naar wat je niet wil, dan zul je dus altijd vinden wat je wil. En zo maak je dus uiteindelijk je werkelijkheid waar. Dus dit doen met kinderen is heel waardevol, omdat je ze laat zien wat er niet zichtbaar is. Je maakt het onzichtbare zichtbaar. En je maakt letterlijk, hè, dit is Charlie en de wonderwereld. Dit is Charlie's wonderwereld. En het is letterlijk, je hebt overal, je komt gewoon overal hele wonderlijke dingen tegen. Eventjes, ik heb even, we gaan even een zijstapje doen. We gaan even van de kinderen misschien naar de grote mensenwereld. Ja. Maar, want ik weet zeker dat jij hierover nagedacht hebt. En als het niet zo is, dan gaan we gewoon gaan we er lekker nu over nadenken. Ja, dan gaan we dat nu doen. Dan gaan we dat ter plekke doen. Ja, precies. Ik heb heel veel boeken gelezen van mensen die een bijna of nabije doodervaring hebben gehad. En ik zie de tijdlijn, zeg maar, zie ik voor me als wij zitten nu in het nu. Ja. En ik heb natuurlijk voor mij de toekomst en achter mij het verleden. Ja. Maar als ik op die tijdlijn sta, hè, dan net zoals ik nu hier sta, kan ik eigenlijk alleen maar dit zien. Ja. Maar wat gebeurt er natuurlijk met mensen met een bijna doodervaring? Die gaan uitzoomen. Ja. En die kunnen ineens naar voren en naar achter op die tijdlijn kijken, omdat ze erboven hangen. Ja. En nu namelijk het volgende. Want je hebt natuurlijk soms mensen die hebben een soort van onderbuikgevoel. En die zijn dan heel lastig met hun denken ook van dat doemscenario af te helpen. Want ook al willen ze wel graag bijvoorbeeld kiezen voor gezondheid en gezondheid ook zien. Ze voelen gewoon aan alles. Ja, nee, maar ik word ziek, ik noem maar wat. Hè? Mm-hmm. En met als gevolg dat ik dacht, nou, ik dacht helemaal niks eigenlijk. Ik had alleen maar vragen, want toen dacht ik van, voel je je nou zo en ben je nu ziek geworden omdat je dat de hele tijd dacht? Of hebben we soms op een of andere manier al een kijkje voor op die tijdlijn en weten we gewoon soms intuïtief al dat er dingen gaan komen? Snap je wat ik bedoel? Ja. Wat was er nou eerst? Je manifestatie, je negatieve gedachten, je onheilspellende gevoel wat je niet om wist te buigen? Of staat er wat er gebeurt toch ook ergens al vast? Ja. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk uit te zoeken. Dat is natuurlijk het kip en het ei verhaal. Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Omdat je, dit is waar die kracht natuurlijk in het nu ligt. Want dit is wel waar we nu zijn. En op het moment, kijk, de wet van aantrekking heeft alleen maar aantrekking nu. Op wat ik nu denk en wat ik nu voel en dus uitzend. Het heeft geen aantrekking op de toekomst. Daar zit geen energie nog in. En het heeft geen aantrekking op het verleden, want dat is al geweest. De enige moment dat dat aantrekking heeft, is als ik het verleden meeneem naar nu. Omdat ik nu nog druk zit te maken over iets wat er in het verleden is gebeurd. Dan voel ik het nu, zend ik het nu uit en heb ik er dus ook nu last van. Hetzelfde geldt voor de toekomst, wat nog niet nu is. Maar op het moment dat ik me zorgen ga maken over iets wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen gebeuren, dan haal ik het naar het nu en heb ik er nu last van. Want ik heb nu al dat doemdenken of ik. En of het nou is dat het al in de sterren geschreven staat en het gaat gebeuren, dan nog is het mijn job om te denken, oké, maar nu op dit moment ben ik gezond. Nu op dit moment is het veilig. Nu op dit moment. Dus als je jezelf los kunt maken van het verleden en van die. En het is onwijs lastig. Het is natuurlijk super makkelijk gezegd, maar angst is als suiker. Het zit overal in. Dus op het moment dat je angst daarheen gaat, ja, dan is het aan ons om te denken, oh, wacht even, ik ben alweer bezig met iets wat nog niet is. En of ik het er nou. En dat is natuurlijk ook wel een beetje lastig, denk ik, van de kennis die we inmiddels hebben. Want we worden op die manier natuurlijk ook gewoon bang voor onze gedachtes. Dat je denkt, oh, ik mag niet zo denken. Maar er zit ook gewoon, dingen moeten ook gewoon doorvoeld worden. Je kan het wegdrukken. Dan stop je het in je schaduw. En dan, dat wil niet zeggen dat het weg is.
je doet er alleen een soort shine laagje over die shit. Maar die zit er nog steeds. Je wil het gewoon doorvoelen. En het mooie is, en dat vind ik ook heel fijn om vaak met kinderen te doen, een emotie op zichzelf, als je er geen olie op het vuur gooit, dus geen gedachtes over hebt, die kan niet langer dan 90 seconden bestaan. OMG. Dat het is dat wij er continu over nadenken, waardoor we dat continu blijven voeden en continu blijven voelen. Maar stop je gedachten, drop je letterlijk je gedachten en je dropt in je lichaam en je gaat alleen even voelen wat je voelt, 90 seconden en het is weg. Maar dan heb je het wel doorvoeld. Alleen je hebt er niet gedachten over gehad. Hè? Want op het moment, dat is ook zo'n gedachte-experiment. Stel je raakt op dit moment volledig verlamd van, hè, dat ineens. En je hebt er nul gedachten over. Heb je dan een probleem? Nou ja, ik leerde van Eckhart Tolle dat problemen sowieso niet bestaan in het nu. Daarom. Maar dat is natuurlijk, op het moment dat je er geen gedachten over hebt. Je denkt niet, oh mijn god, wat hechten. Oh mijn god. Je denkt niet, oh wat fantastisch of oh wat erg. Je denkt er niks over. Je hebt gewoon nul gedachten erover. Dan is er ook niks. Dan is er geen probleem. Dan is de situatie gewoon zoals die is. Wat ik een heel leuk verhaal vind van Eckhart Tolle. Dat misschien heb ik het wel eens eerder verteld, maar doet er niet toe. Dan is er een man en die wint een gigantisch lot in de loterij. En dan komt iedereen naar hem toe en dan zegt iedereen, wow, gefeliciteerd geluksvogel dat jij bent. En dan zegt hij, oh, is dat zo? En van dat geld koopt hij natuurlijk super grote sportwagen. Nou, gaat hij lekker met 180 mee door de bochten. Dus hij hangt zichzelf om een boom. En dan komt hij in het ziekenhuis. En dan, oh, wat erg hè, dat je dit nou moest overkomen. En dan zegt hij, oh, is dat zo? Maar op het moment dat hij in het ziekenhuis ligt, wordt dat gebied waar hij woont overtroffen door een of andere orkaan of regenval en spoelt zijn huis helemaal weg. En dan zeggen mensen ineens weer, oh, wat een geluk dat je net in het ziekenhuis lag. Nou ja, en zo door de hele tijd te zeggen, oh, is dat zo? Blijf je natuurlijk ook neutraal. Ja. En ga je niet de hele tijd die situatie inkleuren van dit is goed en dat is slecht. Precies. Dit is goed en dat is slecht. Dus ja geinig. Ik denk dat neutraal zijn, dat een groot goed is. Als je neutraal kunt zijn, dus dat je niet extreem hecht aan het positieve en niet te veel last hebt van het negatieve, dan kan je altijd in dat magische midden laveren. En dan is ook letterlijk alles wat er op je pad komt, is oké. Dit is het. Dit is de situatie. Als ik daar geen gedachte over heb. Ja, of me er niet tegen verzet. Precies, want het gaat om de weerstand die je hebt tegen dat wat er is. Ja. Maar dit is wat er is. Hey, en hoe leert Juf Universe dat aan haar kinderen? Over hoe je neutraal kunt blijven in dat magische midden? Nou, sowieso doordat ze de kinderen leert om met één been, dus ze leert ze echt om met twee benen, zeg maar met één been in de magische wereld te staan en met één been in de gewone wereld te staan, in de werkelijke wereld. Zoals wij de werkelijkheid zien. Maar wij ervaren onze wereld met vijf zintuigen. En zij leert ze het zesde zintuig, namelijk je intuïtie en de ding. En het helder weten, het helder voelen, het helder horen. Een beetje afhankelijk van op welke manier jij dat het meest ontwikkeld hebt. Maar dat kun je ontwikkelen. Waardoor je in vertrouwen komt. Waardoor je letterlijk met twee benen in twee werelden kunt staan. De wereld die je niet kunt zien, de magische wereld, de ongewone wereld en de gewone wereld. Dus dat is één ding, om ze te laten zien, er is meer dan je kunt zien. Als je niet, ook al lijkt, dit lijkt de werkelijkheid te zijn. Maar je kunt ook een soort van gedroomde werkelijkheid maken van wat is het wat ik wil. Dus door elke keer op dat andere been te leunen, kan je weer terug, weg van dat wat je niet wil, terug in dat wat je wil. En vertrouwen op die OMG, dat er iets is wat je niet kan zien. Maar omdat ik het niet kan zien, wil niet zeggen dat het er niet is. Dus dat allereerst, maar ook door ze de verschillende wetten te leren. Dus waar de wet van polariteit dus echt een belangrijk onderdeel van is. Ons die ook eens eventjes, want ik hoorde al de wet van polariteit, de wet van compensatie, de wet van aantrekking. Welke hebben we nog meer? We zijn begonnen met de wet van oorzaak en gevolg. Dus wat je zaait, zul je oogsten.
Dus het maakt niet uit, net als dat je dat het voor de aarde niks uitmaakt of ik daar mais in plant, waardoor er mais groeit waar we van kunnen eten. Of ik stop er een zaadje van de wonderboom in, wat een prachtige naam heeft, maar alles daaraan is giftig. Dus plant ik iets wat me voedt of plant ik iets wat me doodt? In beide gevallen, voor de aarde maakt het niks uit. Het groeit gewoon wat ik daarin plant. Dat is in onze mind precies hetzelfde. En daar doen we experimenten mee met de wet van oorzaak en gevolg. Tweede wet... Wacht even. Oorzaak en gevolg, sorry. Dus is het een soort van... dat wat je geeft is wat je ontvangt? Dat is eigenlijk gewoon de wet van zaaien en oogsten. Dat wat je zaait, zul je oogsten. Dus, en in dit geval maar gaat het over... Maar ik kan me helemaal voorstellen dat dat te maken heeft... Met je woorden die je kiest. Ja. Of met hoe je tegen andere mensen gedraagt. Of wat je in de winkel koopt. Of waar moet ik aan denken? In dit geval moet je vooral denken aan wat denk ik en wat creëer ik dus. Wat ben ik aan het zaaien? En in dit geval zaaien we gedachten. En de gedachten, als wij continu... En we doen hier letterlijk een experiment mee in de Lab of Attraction. Waarbij je kan zien, en dat is natuurlijk dat werk van Masaru Yamamoto met het water-experiment, hebben we het in de klas over. En ook dat je dus letterlijk door twee rijtjes sperziebonen te zaaien in een doos, in een eierdoos. In de ene kant zaaien ze, je doet in alle bakjes doe je aarde, je doet in alle bakjes doe je twee sperziebonetjes. Je zet de intentie, voor de rest, je geeft ze evenveel water, evenveel zonlicht. Maar je zet je intentie op dat één rijtje sneller zal groeien dan het andere rijtje. Eén rijtje daar. En je zegt niks. Hè? Hier gebruik je nog niet eens woorden. Dit is gewoon echt alleen maar om te bewijzen dat je gedachten energie hebben. En dat die invloed hebben op materie. Met je gedachten denk je steeds aan je intentie om die rij sneller te laten groeien. Het andere rijtje negeer je. Nou, en in het begin denk je, je vraagt je af of het je wel goed doet. En in het begin zie je niks. Je hebt natuurlijk de neiging om het op te tekenen. Heb ik het wel goed gedaan? Ga je twijfelen? Dit is wat we ook doen als we letterlijk iets willen manifesteren. En op een gegeven moment zie je dat de ene kant sneller gaat groeien dan de andere kant. Super. Ik vond het ook super heftig. En zo heb je hetzelfde experiment met, dit doen we ook, met rijst. Dus dit is echt heftig, hè? Het is echt heftig. Ja, omdat die Masaru Emoto, ik weet even niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar hij laat eigenlijk zien dat water reageert op onze gedachten. Als je dan bedenkt dat wij voor 70% precies uit water bestaan en dat sommige groentes bijna voor 90, soms bijna 100, nou 100% kan niet, maar voor meer dan 90% uit water bestaat, dan ga je er echt heel anders mee om. Ik weet nog, dit is eventjes een verhaaltje, kijk hoe goed ik ben, hou van mij, maar zo bedoel ik het niet. Kom maar op. Oké. Nou ja, omdat op een gegeven moment was het heel erg hip om tarwegras te juicen. Ja. Maar als je een shotje tarwegras in Amsterdam ging halen, nou man, dat was zowat een rip uit je lijf. Ja. Normaal als je dacht, oh hier ga ik wel lekker op. Ik wilde wel één, ik wilde wel twee, ik wilde wel drie en dat wel iedere dag. Dan moest je dus zowat een baantje bij hebben. Dus ik dacht, dat ga ik zelf kweken. Nou, dat werd echt door iedereen afgeraden. Want tarwegras kweken, dat is zo moeilijk. Binnen no time schimmels en zo. Nou, ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon zingen tegen die plantjes. Ja. Want wij zijn een team en wij gaan heel hard. Oh, wat cool. Ik had niet normaal veel tarwegras. Ja, fantastisch. Fantastisch. Maar dat is dus het bewijs dat het wel deed. En zeker als heel veel anderen zeggen dat iets niet kan, waardoor je toch soms uit het lood gebracht wordt, om dan te blijven vertrouwen op wat jij weet en wat jij kunt creëren. Het is goud. Het is echt goud. Maar ik vond het vooral ook heftig. En dat, zeg maar, het experiment met de rijst is ook van hem. Dus je hebt drie potjes gekookte rijst. Ene potje spreek je lieve woorden tegen. Dus dit doe je wel met je woorden, letterlijk met je woorden. Het andere potje met rijst, daar doe je heel naar tegen. Dus heel lelijke woorden. En één potje met rijst negeer je. Zo. Dat potje met rijst waar hele lieve woorden tegen gesproken worden, dat blijft heel lang goed. Het potje waar je tegen aan het schelden bent enzovoort, dat wordt groen en zwart van de schimmel. Maar het potje wat je negeert ook. En dat vond ik heel heftig. Omdat je zo goed kan zien, en dit is voor kinderen natuurlijk super heftig. Als je genegeerd wordt, dan
Het is zo pijnlijk. Terwijl als iemand heel boos tegen je is, dan weet je in ieder geval wat een ander denkt. En dan hoef je daar niet... Maar als iemand je negeert, en dat ga je helemaal zelf invullen. En ik vond het heel heftig. Maar ik vond het ook heftig om te ervaren hoe jij jezelf voelt als je zo naar doet tegen... Want we doen het met een appel, de halve appels. Ene helft ben je heel lief tegen, andere helft ben je heel naar tegen. Die waar je lief tegen bent, blijft heel lang goed. Waar je heel naar tegen bent, gaat heel snel rotten. Maar jij van binnen voelt je ook rot op het moment dat je zo rot doet tegen iets anders. En dan hebben we het hier over appels en rijst en sperzieboontjes. Maar dit doen we tegen personen, tegen onszelf. En we bestaan inderdaad voor 70% uit water. Oei, oei, oei. Dus de wet van oorzaak en gevolg. Dit is het gevolg van onze eigen gedachten, van onze eigen woorden, van onze eigen daden, van onze eigen intenties. Ja, en het is echt, echt leuk, want ik of echt leuk. Ik moet direct weer aan een verhaaltje denken. Ja, ik hou van verhaaltjes. Nou, omdat ik heb ook een deel van mijn leven in een dorp gewoond. En daar is het gebruikelijk om tegen iedereen hoi te zeggen. Ja. En toen ik naar Rotterdam verhuisde, ging ik in Delfshaven wonen. En daar wonen ook heel veel mensen die ook uit een dorp komen. En daar, dus wij zeiden hoi tegen elkaar op straat. Maar als je dan iets meer in het centrum komt van Rotterdam, dan kun je niet zomaar tegen iemand hoi zeggen, want die denkt dat je in de war bent. Terwijl het wel echt heel leuk is om tegen mensen hoi te zeggen. Zeker. En ik zie je, in plaats van maar wat dom elkaar te negeren. Want het is toch altijd voor beide partijen een tikkeltje ongemakkelijk. Ja. Dus daar moest ik even aan denken toen jij zei leuk doen, onaardig doen of negeren. Ja, nice, En ik denk dat het, ja, ik weet niet of het... Maar ik ben wel iemand van altijd even hoi en even... Ja, ik weet niet, daardoor krijg je ook heel veel... Je kent op een gegeven moment iedereen kent jou. Het is echt leuk. Ja, het is echt en het leuk. Heeft echt effect. Het heeft effect op de ander, want je voelt je inderdaad ineens even gezien. En het is zo belangrijk. En ik heb ook wel vaker het verhaal verteld. Ik weet niet of wij het er al eens over gehad hebben. Maar dat is een verhaal van een kapper. Die had een vrouw in zijn stoel. En zij wilde gewoon helemaal mooi gemaakt worden. Dus hij maakt een praatje met haar. En ga je wat doen? Heb je een feestje? Nee, ik wil er gewoon mooi uitzien. Nou ja, een beetje lol maken samen. Zij had haar haar gewassen, geknipt, gefeund. Zag er helemaal beeldig uit. Zij helemaal... Nou, beeld gewoon de deur uit. Krijgt hij een paar weken later een kaartje van haar. En ze zegt, jij hebt mijn leven gered. De reden dat zij er mooi uit wilde zien, was voor de eigen begrafenis. Zij wilde er een einde aan maken. En ze is naar hem gegaan om er mooi uit te zien voor haar eigen begrafenis. En hij dacht echt, excuse me. Maar ze zegt, door jou... En de manier waarop je me zag en hoe je met me sprak en hoe je... Heb ik in plaats daarvan, had ze zichzelf ingecheckt bij een kliniek. En is ze met de depressie aan de slag gegaan. Maar hij, sindsdien noemt hij zichzelf de daymaker. En hij leidt ze ook zijn hele team zo op. Zeg, je weet niet wie je in je stoel hebt. Zeg, je weet niet... Ik had geen idee wat er aan de binnenkant speelde bij die vrouw. Ik had geen idee dat je iemands leven kan redden door lief en aardig en oprecht te zijn. Ja, ik ga eventjes keihard door je heen praten. Jij kent natuurlijk ook de theorie van de knikkerpot. En dat relaties zijn als bakken met knikkerpotten erin. Oké, ik ga het je vertellen. Maakt niet uit. Maar ze hebben namelijk onderzocht van wat is nou heel erg helpend voor relaties en wat maakt relaties kapot. En als mensen denken aan wat relaties kapot maakt, dan denken ze heel vaak dat is door te liegen, te bedriegen, te jatten. Je kent het allemaal. Ja. En dat klopt, dat is niet goed voor je relatie. Maar er is iets waardoor de knikkers veel sneller uit de pot gaan dan je lief is. En dat is het gebrek aan oprechte aandacht. En dat oprechte aandacht, dus oprecht betrokken zijn bij iemand, dat is... Man, ik krijg bijna kippenvel als ik het zeg. Dat is er eentje. Ja, dat is de daymaker. Ja, de daymaker. En dat is natuurlijk wat hij deed. Ja. En een ander verhaaltje. Er waren twee vrouwen die hadden... volgens mij was het een stiefmoeder en een stiefdochter. En op een gegeven moment moest die stiefdochter voor die stiefmoeder gaan zorgen. Ja, daar had ze niet echt zin in.
En toen heeft ook de kapper, grappig vind ik het, dat de kapper weer terugkomt, geadviseerd, ga iedere dag haar haar maar kammen. Oh. En toen zei ze, iedere dag is zij haar haar gaan kammen. Nou, oprechte aandacht 2.0. Ja. En zo is die relatie helemaal opgebloeid. En nou, moest ik ook even aan denken. Maar het is echt ongelooflijk. Maar ik heb zelf meegemaakt, een vrouw die in de supermarkt mij aansprak en zei, een tijdje geleden heb je mij een compliment gemaakt over mijn schoenen. En ik dacht, nou, zullen wel mooie schoenen geweest zijn dan. Zegt ze, nee, je was de eerste en de enige die überhaupt iets tegen me zei die dag. Wow. Ongelooflijk dat je met een aardig woord tegen iemand zien, even glimlachen. Het is zo onwijs simpel. Your Universe noemt het haar secret angels, die zo de wereld ingaan. Als je zo de wereld ingaat als je ervan uitgaat dat onze job is om alles om je heen net een beetje mooier te maken. Of in ieder geval niet als natte deken alles loopt te blussen wat je tegenkomt. Als je het echt even niet lekker in je vel zit, zorg er dan in ieder geval voor dat je een ander niet slechter laat voelen nadat ze je zijn tegengekomen. Maar kan ik iemand anders zich net even beter laten voelen? Je kunt je al niet eens dankbaar en verwonderd en slecht tegelijkertijd voelen. Dat heb ik ook in dat boek van Jagen, Verzamelen, Opvoeden. Daar herken je toevallig. Ja. Dan op een gegeven moment, want je hebt natuurlijk altijd wel eens een driejarige in mijn geval dan, waar er geen land mee te bezeilen is. En niks werkt beter dan even naar de kruispin kijken. Want die is zo mooi en zo magisch. Ja. Ja, dan verwonder je je zo. Ja. Dan ben je even helemaal vergeten dat je per se in je balletpakje terwijl je 10 graden voor naar school wilde. Dus ja, dat verwonderen en dat dankbaar zijn. Is voor ons natuurlijk ook echt goed, want je leert daardoor ook weer zien hoe bizar cool alles is. Dat je inderdaad denkt, wauw. Ik was vorige keer liep ik ook met een van de kleinkinderen hier over de steigers en het waaide heel hard. Maar er was een spinnenweb bij de laatste steiger. En die was precies zo in zo'n hoekje gemaakt. En die stond gewoon zo bol als zeilen staan. En dat we er echt een tijd naar stonden te kijken. En dachten van, wauw, kan je nagaan hoe sterk dat is. En dat zo'n draadje. Nou ja, je kan toch helemaal vallen van verwondering ervan. En als een spinnenweb, als een spinnendraad zo dik zou zijn als deze pen, kan die een rijdende trein tegenhouden. Echt waar? Zo sterk is spinnenwebdraad. Ja. Dat wordt nu ook gebruikt in de, nou ja, in ieder geval. Die techniek proberen ze af te kijken van de spinnen. Ja, nou, dat lijkt me een heel goed idee. Dus, we hebben de belangrijke wet, oorzaak en gevolg. Ja, dat is de eerste wet. De tweede wet is de wet van aantrekking. Ja. En dat gaat in dit geval ook vooral om, want de wet van aantrekking is zo'n beetje de beroemdste wet. Maar in dit geval gaat het ook letterlijk over waar voel jij je toe aangetrokken. Want in de pilot episode gaan we kijken, want dat gaat natuurlijk over manifesteren. We gaan kijken wat is je grootste droom. Maar heel vaak proberen we iets te manifesteren vanuit ons hoofd. Omdat we denken, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig, of dan word ik gezien, of dan ben ik iemand. He, dus dan, dat zijn altijd dingen, ook als je het met kinderen gaat doen. Enerzijds zijn ze nog helemaal vrij en open en denken, ik kan alles worden. En anderzijds, zeker als ze wat ouder worden, dan begint er mee te spelen. Dan wil je gewoon de fame en de fortune. Want daarmee denken we, dan heb ik dat waar ik eigenlijk naar verlang, namelijk aandacht. En dat is natuurlijk een ding. Dus in eerste instantie wil je ze dit ook meegeven. Dat je alle dromen kan hebben. En daarna gaan we op zoek naar wat geeft me het meeste joy. Wat vind ik het allerleukst om te doen. Er ligt goud in dat waar je van houdt, is een slogan van Your Universe. Omdat er letterlijk, je houdt er niet voor niks van. Je houdt van iets omdat daar iets in ligt, wat je nu nog niet weet waar het je naartoe gaat brengen, maar er ligt iets in, want daarom hou je ervan, wat je naar de volgende stap gaat brengen, naar de volgende stap gaat brengen, naar de volgende stap gaat brengen. En doordat we eerst enerzijds gaan kijken, oké, dit is mijn grootste droom.
althans, dat is wat ik nu denk. Dit is waar ik het meest van hou. Wat ik het allerleukst vind om te doen. Waar ik echt... Passie, plezier, waar enthousiasme. Ik me toe aangetrokken voel. Dus daar pakken we weer op als we bij de wet van aantrekking zijn. Van waar voel je je toe aangetrokken? Omdat je er niet voor niks toe aangetrokken voelt. Er is iets in voor jou om te ontdekken. Ook al kun je het niet vooruit zien. En dit is wat Steve Jobs natuurlijk zo mooi connecting the dots noemt. Achteraf... Terugkijken kan je het wel zien. Vooruit kun je het voelen. Vooruit weet je het niet, maar je kunt wel voelen dat je denkt, dat. Waarom? Weten we niet. Hoeven we ook niet te weten. Als je open kunt blijven, van nou, ik ben heel benieuwd waar dat me naar brengt, dan kan je achteraf kan je het heel goed zien. Dat je denkt, oh, daarom. En Steve Jobs noemt zelf een heel mooi voorbeeld in die speech die hij hield voor een universiteit. Toen hij van de universiteit was afgestuurd, toen liep hij de campus af en zag een cursus voor calligrafie. En hij was echt een computernerd. Hij dacht, maar hij voelde zich daartoe aangetrokken. Hij dacht, nou ja, dan ga ik dat maar doen. Ik heb nu toch alle tijd, dus is hij dat gaan doen. Hij zegt, het bleek een heel belangrijke dot om te connecten, want Apple was de eerste met verschillende lettertypes. De spacing, al die dingen die hij had geleerd met calligrafie, heeft hij meegenomen in het design van Apple. Hij zegt, een superbelangrijke dot. En hij was in eerste instantie van plan om niet te gaan, omdat hij dacht, ja, wat heb ik daar nou te zoeken? Ja, dat dus. Er ligt iets in, waar voel je je toe aangetrokken? En we hebben het letterlijk over de wet van aantrekking, als in waar voel ik mezelf, wat voor kledingstijl, waar hou ik van. Hè, Charlie komt erachter, die ontmoet een meisje die iets ouder is dan zij. Die is 15, zit in de derde, is een dochter van een vriendin van haar moeder waar ze mee naartoe gaat om daar te logeren. En zij is zo'n beetje de coolste persoon die Charlie ooit ontmoet heeft. En zij is helemaal into the 80s. Zij houdt heel erg van alles uit de 80e jaren en van het hele hands-on. En dus zij raakt ook helemaal geïnspireerd. En ze gaan dan naar die vintage winkels en outfit. En dan kom je in dat, ga ik dat wel aandurven trekken enzovoort. Maar waar voel je je toe aangetrokken? En vervolgens moet je ook een beetje lef hebben. Want het kan zijn dat waar jij je toe aangetrokken voelt, een ander maar belachelijk vindt of helemaal niks vindt, die voelt zich tot andere dingen aangetrokken. Dus als je dat weet, jij voelt je er niet voor niks toe aangetrokken. Dus er is iets voor jou om dat te ontdekken. Als je weet dat anderen zich aangetrokken voelen tot andere dingen, dan kan je een ander veel vrijer laten. En denk je, oh ja, die heeft een andere aantrekking. Ja. Dus dat is de wet van aantrekking. We zijn nu, ben ik bezig met episode 3, de wet van vibratie en energie. Dat letterlijk alles energie is, ook al kunnen wij dat niet zien. Ook deze houten tafel, als je ernaar gaat kijken, dan beweegt dit. Energie is altijd in beweging. Wij bewegen, wij hebben energie. En jouw energie matcht met de energie buiten jezelf. Dus je vibreert op een bepaalde frequentie. En de frequentie die jij uitzendt, die komt overeen met andere frequenties. En dit is dus, als je op een lage frequentie zit, op een lage vibe zit, dan maak jij connectie met de lage vibe om je heen. Het is hetzelfde als de radio. Als ik hem aanzet en ik zit naar pokkenherrie te luisteren, dan kan ik zeggen, jezus, wat een herrie. Maar ja, ik heb hem daar opgezet. Dus alles wat daarop komt, is herrie. Als ik iets anders wil luisteren, dan zal ik hem op een andere frequentie moeten zetten. Dus dan moet ik naar iets wat ik wel wil horen, waar ik wel blij van word. Dus als ik in een veld terecht ben gekomen waar alles eng is of alles naar is. Het is hetzelfde als je wel naar Netflix gaat en ik ga op horror zitten. En ik denk, jezus, wat is die eng. En oh mijn god, En ik blijf maar kijken. Dan heb ik hem daarop gezet. Als ik naar een feel-good film wil, dan zal ik hem op een ander kanaal moeten zetten. Dus ik ben afstandsbediening. Ik moet mezelf letterlijk op een andere frequentie zetten. Dus vibratie en energie gaat over welke vibraties zend ik uit. Maar ook waar vibreer ik mee? Gaat weer over hetzelfde. Waar hou ik van? Wat in mijn omgeving? En we leren hier onze zintuigen inzetten. Omdat je zintuigen halen de buitenwereld naar binnen. Dus met je zintuigen ga je dit is letterlijk zeg maar jouw uiteindes. Dus het uiteinde van jouw zenuwstelsel maakt hier connectie met
de omgeving, met de buitenwereld. En met je zintuigen haal je de buitenwereld naar binnen. Jij gaat naar binnen en je gaat kijken van, hé, wat vind ik hiervan? Waar hou ik van? Wat vind ik lekker? Wat vind ik mooi? Wat vind ik lekker ruiken? Wat voel ik? Dus je gaat letterlijk met je zintuigen op zoek naar waar jij het fijnst mee vibreert. Want dat geeft je informatie over de buitenwereld en hoe jij je buitenwereld kunt creëren. En hier gaat het over, weet je kamer van je droom? Want je wil je omgeving laten meevibreren op dat wat jij wil manifesteren. Ja. Dus, en als daar heb woorden... Ik echt veel voorbeelden ook van. Absoluut. Dan gaan mensen het ineens voor je vinden. Ja. En voor je aandragen. Ja. Dat is echt precies. Dus je wil zichtbaar maken. Dat is de eerste manifestatie. Want nu heb je het al in 2D. Als je je kamer maakt en je hangt dingen aan de muur. Je maakt vision boards of je maakt een manifestatiemuurtje. Je maakt zichtbaar wat jij graag wil. En in dit geval met name de dingen waar je van houdt. Dan, ja, daar komen weer allerlei dingen tot wonder. Wacht even. Ik val je even in de reden. Ja. Want je zegt iets heel kleins, maar super groots. Want je zegt wat ik wil. Maar ik heb ook echt van mijn ouders en ook van Eckhart Tolle echt geleerd. Het enige wat je hoeft te doen is je passie, plezier en enthousiasme te volgen. Dus je hoeft eigenlijk niet bezig te zijn met wat ik wil. Maar alleen maar je neus achterna te lopen. Achter wat die leuk vindt. Waar die enthousiast van wordt. Waar die passie aan beleeft. Plezier aan beleeft. Ja. En de grap is dan. Dan komt wat je wil. Waar je soms niet eens van had kunnen bedenken dat je dat wilde. Dat precies. Dat komt daarna. Ja. En dat is waarom... dit is één van de redenen waarom ik dit wilde maken. Omdat we met manifesteren heel vaak gaan zitten op ik wil. Wat ik wil bereiken, wat ik wil hebben, wat ik wil doen, wat ik wil zijn. Ja, ik wil een kikker in mijn bil. En het is en dat kan je manifesteren, maar het gaat je niet per definitie brengen wat je echt wil, namelijk geluk. En dat is wat je eigenlijk echt zoekt. Ja. Dus als je daar begint... Nee, dus als je je universe leert de klas om goudzoekers te zijn in plaats van foutzoekers te zijn. Als je op zoek bent naar goud, dan zul je goud vinden. Als je een gelukszoeker bent, dan zul je geluk vinden. Maar als jij denkt, als ik dat heb, dan ga je 9 van de 10 keer de mist in. Omdat het iets is wat je met je hoofd bedacht hebt. En omdat er eigenlijk een essentie onder zit. Eigenlijk is voorwaardelijke liefde. Het is heel voorwaardelijk. En het gaat je niet... Dit is waarom er zoveel mensen super succesvol zijn, maar ook super ongelukkig. Omdat je hebt het gecreëerd en gemanifesteerd, maar het was vanuit een idee over succes bedacht. Succes without fulfillment is failure. Is the absolute failure, ja. Yeah. Ja, absoluut. Dus dat doen we met de wet van vibratie en energie. Waar vibreer ik mee? En ik denk dat dit met name voor ouders ook zo belangrijk is. Je kind vibreert met andere dingen dan jij. Dus wij kunnen wel van alles op dat kind plakken. Hier moet je van houden, hier moet je van houden, hier moet je van houden. Want dit is wat je succes gaat brengen. Nou, of dit is wat ik gewoon heel leuk vind. Dit is wat ik heel leuk vind. Dit is wat ik graag zou willen van jou. Ik heb al ingeschreven voor haar tweede hardloopwedstrijd. Nee, ja, ik weet hiervan. Dus dit ligt echt op de loer. Ja, dit is er eentje. Dit is wat ik lekker vind. Dit is wat ik leuk vind. Dit is wat ik goed vind. En dit is wat het zo moeilijk maakt. En het is ook lastig. Als je in een, weet ik veel, je wordt in een gezin geboren waar ze allemaal naar Bach luisteren en jij houdt van Duitse slagers. Nou, good luck om dat keihard op je kamer te gaan zitten draaien. Terwijl je van alle kanten wordt veroordeeld om je muzieksmaak. Dus het is zo belangrijk, voor kinderen om te durven houden waar ze van houden, maar voor ouders om die kinderen de ruimte te geven. En ik kom steeds meer tot de conclusie, want ik ben natuurlijk nog, ik zit nog in het creatieproces. We hebben nu de eerste 3 afleveringen gehad. Ik ben zelf nu met de wet van vibratie en energie. Ik heb mijn inner tiener die viert een feestje gewoon, want dit waar Charlie van houdt is alles waar ik van hou. En dat heeft mij dit uiteindelijk allemaal gebracht. En dat ik wel steeds meer dacht, want oorspronkelijk dacht ik, oh, hoe fijn zou het zijn als kinderen het zelfstandig kunnen doen, zodat ouders meer tijd hebben om hun eigen
dingen te doen die ze graag willen doen. Omdat ik denk dat we onze kinderen ook echt heel veel entertainen en met ze bezig zijn. En ik denk dat kinderen echt veel meer vrijheid nodig hebben om hun eigen dingen te doen. Maar ik kom wel ook steeds meer tot de conclusie dat ik denk, oh, maar hoe cool zou het zijn om het wel samen te doen met je kind. Want ik heb ook echt veel die het gewoon bestellen voor zichzelf. Die hebben helemaal geen kinderen. Die willen gewoon hun eigen innerlijke kind een plezier doen. En het is gewoon in simpele taal uitgelegd. Maar manifesteren is gewoon manifesteren. De wetten zijn gewoon, het zijn universele wetten. Dus het gaat eigenlijk door leeftijd heen en door geloof heen. En dit is waarom het zo ik mooi is. Ik vind ook heel veel boekjes van Stephen Covey bijvoorbeeld. Dan koop ik liever het kinderboekje dan het volwassen dan het volwassen boekje. Want het is leuker, het is leuker. Je hebt tenminste de essentie. Je hebt al het die bullshit. Beeld er gelijk bij. Precies. Het is een goede samenvatting. Ja. Dus, maar nu kom ik steeds meer achter dat ik denk, hoe cool zou het zijn om het samen te doen met je kind. Maar jij gaat je eigen vibratie achterna. Je gaat eigenlijk gewoon met je gezin of met je klas. Ik zou dat natuurlijk heel graag ook in de klas willen. Allemaal op zoek naar waar jij mee vibreert. Waar jij je toe aangetrokken voelt. Wat jouw vervulling geeft. Maar jij als ouder dus ook voor jezelf. Niet voor je kind. Niet samen met je kind iets manifesteren voor je kind. Nee, voor jezelf. Je eigen joy volgen, je eigen goud zoeken. Maar want ik ben dan natuurlijk nogal een eigen goudzoeker. Ja, ja. Want ik denk ook heel vaak, en ik mag een tik op mijn vingers hoor, dus als dat nodig is, dan geef je maar. Maar dan denk ik, ja, Doutze wist toch ook wat voor ouders ze uitkoos. Dus ze wist waar ze zich... waar ze zich voor ingeschreven heeft. Maar ja, voor die tweede hardloopwedstrijd natuurlijk. Dus ja, ik bedoel, het is niet dat ik dit, weet je, ik zag in mijn stories terug dat ik al 10 jaar lang van die groene smoothies aan het eten ben. En roeien doe ik nu inmiddels al bijna 20 jaar lang, weet je wel. Dus... Ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen om te zien hoe je je eigen dromen waarmaakt. En ik denk dat we veel meer zouden moeten gaan naar... Wij zijn er niet voor onze kinderen, we zijn er met onze kinderen. En ik geloof echt dat we door onze kinderen te laten zien... Ik zit nu heel vaak, dan zit ik in het huisje. Ik ben natuurlijk veel aan het werk hier aan. Het is natuurlijk een heel arbeidsintensief proces wat ik ben gestart. Maar daar zitten de kinderen ook allemaal aan tafel, de kleinkinderen ook allemaal aan tafel. Die, ze hebben allemaal hun eigen mappen, ze gaan er zelf mee aan de slag. Of ze zitten gewoon iets te tekenen of te creëren. Maar dan zijn ze daarna ook weer weg. Ze gaan zwemmen, ze gaan in de boom klimmen, ze gaan hutten bouwen. Nee, weet je wat ze doen? Ze gaan aanbellen. Ze gaan aanbellen bij andere mensen, want dan hebben ze inderdaad taarten gemaakt. Ja. Daar komen ze naar, gaan ze weer het hele park over. Ja. Dat doen ze. En van de week waren ze weer. Super. Ja, en het is zo leuk. En dan hebben ze weer briefjes erbij gemaakt van dit is wat er allemaal in zit. Ze hebben ook van tevoren over nagedacht van ben je ergens allergisch voor? Dit is wat erin zit. En nu kwam ook iemand van het park met haar eigen... Want blijkbaar had iedereen een studiedag. Die kwam met haar kleindochter ook even langs. En bij ons waren ze in de bomen aan het klimmen. En ze hadden zelf een schommel gemaakt. En ze hadden van alles zelf gemaakt. En dat meisje wilde ook even in de boom klimmen. En de trots van in die boom klimmen, nou, ik vind dat geniaal. En heel veel dingen, daar wil je als ouder eigenlijk gewoon niet bij zijn. Want zelf zie je overal gevaar. Je ziet, je denkt, oh mijn god, voor je het weet loop je te waarschuwen. Terwijl ze hadden van alles gemaakt. Ze hebben in die hele tuin hebben ze van alles gebouwd, van alles gedaan. Ja, maar je punt was, daar wil je naartoe, dat hoe belangrijk het is dat je als ouder... Je eigen droom waarmaakt. Want precies. Ik zat binnen... Lekker te werken, terwijl zij buiten waren. En ze waren van harte welkom om binnen erbij te komen zitten. Maar ik was er niet voor hun ik hoefde niet voor hen van entertainment te voorzien. We kunnen alles zelf maken, we kunnen alles zelf doen. We hebben gezamenlijke tijden, zullen we samen even wat eten. Of als iemand honger heeft, dan begint er een en de ander, die maakt wat voor de ander. En dan denk je... Ik denk dat het heel belangrijk is dat we onze kinderen dat meegeven. En Pascal, die had vorige keer, toen hadden de kinderen ook een studiedag... En toen heeft Pas er 2 meegenomen naar zijn werk. Want hij wilde heel graag mee. En het is zo leuk. En toen is Sef bij mij gebleven. Want die moest 's middags naar zwemles. Maar ik moest nog filmpjes voor Youth Universe opnemen. Dus ik had gezegd, ja, je kan hier zijn. Maar ik moet wel even die filmpjes maken. Dus je moet heel stil zijn, want je hoort alles. Dus zij zat in de slaapkamer, was zij lekker aan het tekenen. Ik zat in de woonkamer die filmpjes van Youth Universe op te nemen. En zo af en toe kwam ze eventjes de kamer in als ze hoorde dat ik tussen 2 filmpjes zat. En dan kwam ze even terug.
Nou, op een gegeven moment was ik klaar. Zij wilde ook even de hele Juf Universe outfit aan. Dus zij was ook Juf Universe. En toen gingen we naar zwemles. En in de auto kwam alles terug wat ze gehoord had. Of niet alles, want het waren heel veel filmpjes. Maar heel veel van waar we het over gehad hadden als Juf Universe, daar kwam ze mee. En hoe zij daarnaar kijkt en wat zij dan denkt en hoe zij zich dan voelt en waar zij dat heeft. Echt zo cool dat ik denk, ook voor kleine kinderen. Kijk, want ook, Douds is natuurlijk eigenlijk heel jong. Dit is in principe, je moet zelf kunnen lezen. Meestal ben je 1 jaar of 8 of zo. Vanaf groep 6 tot en met groep 8 is zo'n beetje de doelgroep. Maar dat met kleine kinderen doen als bijproduct is super cool. Ja. Maar ik denk dat het heel goed is om. Ik denk dat het heel belangrijk is om als ouder te doen waar jij zelf gelukkig van wordt. Omdat een gelukkige ouder is per definitie, denk ik, een gelukkig kind. En ik denk dat we het veel meer samen kunnen. Ik hou gewoon van levens met grote en kleine mensen door elkaar. Dat we gewoon met z'n allen zijn. En iedereen doet zijn eigen dingen. Doet waar hij zelf goed in is. En echt, het is ook. Hoe minder je je ermee bemoeit, hoe meer je gewoon faciliteert. Waar, als ze hulp nodig hebben met iets, kan je helpen. Als ze materialen nodig hebben, dan kan je ze daarvan voorzien. Maar je ziet, ze hebben zulke goede ideeën. Ze hebben zulke goede ideeën. Daar moeten we ons helemaal niet mee bemoeien. Je moet gewoon ruimte geven om te creëren. En dit is waarom ik wel echt denk dat die schermen. Het een van de redenen dat ik dit per se als papieren Netflix-serie wilde doen. En, want het is duur. Het is, ja. het is echt. Ik had het veel makkelijker, veel sneller digitaal kunnen doen. Maar ik wilde per se dat het een fysiek product werd. Omdat ik denk, je moet gewoon hands-on iets creëren. En het was ook zo leuk. Ik had van de week een interview met Manifestatie Magazine met Linda Dronkers. Over Charlie ook. En haar, ik was bij haar thuis, want ik ging met. Ik hou van dingen combineren. Mijn kleinzoon Wolf, die moest voetballen, die voetbalt in Bussum. Zij woont daar om de hoek, dus zeg, ik breng hem wel. Ik kan dan tegelijkertijd dat interview doen en dan haal ik hem weer op. En haar zoon, die was ook thuis. En die zat aan dezelfde tafel waar wij het gesprek hadden, zat hij iets te maken. En hij was ook aan het meeluisteren. Dus hij kwam ook met allemaal hele leuke vragen. Maar hij zat eigenlijk te manifesteren, want hij was iets aan het creëren wat er eerst nog niet was. En het ging over iets, hij had geen geel, maar het wel geel tape enzovoort. Dus je doet het letterlijk met dat wat er in je omgeving te vinden is. En je wordt dus zo, dus ik zei van al die rijkdommen die we nastreven, dan kan je het beste gewoon vindingrijk zijn, want daarmee kan je letterlijk alles maken wat je wil. En dat is fantastisch. Ja, toch? Dat is de grootste rijkdom die je kan hebben. Denk ik, oh, maar, en want daar ligt zo'n plezier in dingen creëren die er eerst nog niet waren. En dit is wat je doet met manifesteren. Je maakt. Volgens mij is het ook niks zo gelukkigmakend als het oplossen van een probleem. Maar dat is het dus waarom we nou zo'n probleem hebben met al die problemen. Het is heel leuk om ze te overwinnen. Ja. En als je dat dan ook nog eens zelf doet, het geeft heel veel zelfvertrouwen. Het geeft veel zelfvertrouwen, het geeft veel voldoening. Want je hebt iets en je. We willen allemaal dingen oplossen. Stel een vraag aan iemand en iedereen die gaat voor je aan de slag om het op te lossen. Ja, ja, klopt. Even kijken, want oorzaak-gevolg, wet van de aantrekking. Ja. Nu, wet van vibratie en energie. Ja, dan hebben we wet van polariteit. Ja, die we gaan dus zo meteen na de. En alle afleveringen, zeg, er komen 2 afleveringen rondom de vakanties. Dus nu hebben we net de herfstvakantie gehad. Met de kerstvakantie hebben we de wet van vibratie en energie. En de wet van eenheid, dat alles één is, dat we allemaal uit dezelfde bron komen, dat we allemaal uit dezelfde materie bestaan, allemaal uit energie bestaan. Dus dat is vind ik een belangrijke wet en die vond ik fijn voor bij december en voor bij het, ja. Dat je toch ook even met al het oordelen en het vingerwijzen enzovoort, als je met 3 vingers, als je met naar iemand wijst, dan wijs je altijd met 3 vingers naar jezelf. Dus het is een goede wet om je bewust van te zijn, dat je wat je zegt bij jezelf enzovoort. Dus die hebben we in december, de wet van eenheid. Dan de wet van actie. Omdat de wet van actie, als je kijkt naar de law of attraction, het grootste woord in attraction is action. Je zult wel echt iets moeten doen om iets manifest te maken. Je kan niet alleen maar gaan zitten dagdromen en dan dat het zo magically
hè, verschijnt. Sommige dingen wel. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat taal van de ziel is actie. Ja. Ik weet niet of dat zo is, ik vond het helemaal leuk. Maar het want ik is... dacht, ja. En dan is er verschil tussen actie en geïnspireerde actie. En je wil uiteindelijk het liefst naar geïnspireerde actie, omdat dat de actie is die het snelst brengt naar iets wat je überhaupt cool vindt, want je raakt niet voor niks geïnspireerd. Het is inspired action. Je wordt letterlijk geïnspireerd, begeisterd. Je wordt geïnspireerd om iets te doen. En als je dat opvolgt, dan hoef je niet te weten waartoe leidt, maar dan weet je wel dat daar iets ligt wat je ook cool vindt. Dus geïnspireerde actie is de fijnste actie. Maar anders begin je gewoon met actie. Dit is wat ik zelf denk dat ik kan doen. Ja, omdat je... En het is ook, actie komt voor inspiratie. Want je kan gaan zitten wachten tot dat inspiratie komt. Jij zorgt gewoon dat je klaar bent. Ja, ja. Ja, als ik geen inspiratie heb, dan zal ik toch gewoon aan mijn tekentafel gaan zitten. En dan ga ik gewoon beginnen. Want start before you are ready. Start before you're ready. Plan as you go. En dan kan het zijn dat ik de verkeerde actie in heb gezet. Dat kan. Dat ik denk, maar dan komt uiteindelijk de geïnspireerde actie erachteraan. En ik denk van, oh, ik moet die kant op. Nou ja, dan kan ik denken, ja, dat is een beetje jammer van het werk wat ik al gedaan heb. Dus, nee, maar dan heb je geen foute keuze, je hebt nieuwe informatie. Je hebt nieuwe informatie. Ja. En dit is, dus je begint, als je nog niet bij geïnspireerde actie bent, ben je gewoon bij de wet van actie. En dan zal je altijd, het is hetzelfde als met je GPS. Als ik hier op de parkeerplaats sta en ik wil ergens heen en ik zet de bestemming erin, maar ik doe niks, dan gebeurt er niks. Want ik kan niet eens mijn stuur draaien, want er kan ook niks. Mijn GPS zegt ook niks, want er is geen beweging. Het kan ook niet zeggen, ga hier links, ga daar rechts. Het kan niks zeggen, want ik doe niks. Ik moet eerst in actie komen. In beweging. Ja. In beweging komen. En dan maakt het helemaal niet uit als ik de verkeerde kant op ga. Want dan, nu kan mijn GPS wel wat zeggen. Die kan nu zeggen van, hey, probeer om te rijden. Probeer om te rijden. En als ik naar Parijs wil rijden en ik ga naar het noorden, dan zal mijn GPS heel lang zeggen, probeer om te draaien. Maar als ik denk ik ook, ja, als ik maar lang genoeg doorrijd, dan wordt het vanzelf opeens het noorden. Dus actie zal je altijd ergens brengen. Dus de wet van actie is een belangrijke wet, maar de wet van geïnspireerde actie, die kan je, als je daar meer feeling voor krijgt, dat je die ook. Want heel vaak is de geïnspireerde actie een actie waarvan je denkt, ja, maar dat kan niet, want, enzovoort. Ja. Omdat het heel vaak een actie is, gedurfd, die moedig, gedurfd licht, is, spannend. Precies, waardoor je bijna hem onmogelijk niet neemt. Neem dan gewoon een actie, maar durf er steeds meer op te vertrouwen dat die geïnspireerde actie, het inspireert je niet voor niks. Het is iets wat de volgende stap is. En het is prima om daar een beetje bang voor te zijn. Het is prima. Ja. Dan doe je kleinere stappen, maar dan weet je in ieder geval wel. En hoe vaker je het doet, hoe meer je erop kunt vertrouwen. Hoe beter je erin wordt. Hoe beter je erin wordt. En je ziet ook dat je denkt, oh, het viel hartstikke mee. Ik dacht dat het heel spannend was, maar het valt hartstikke mee. Ja. Even kleine advocaat van de duivel. Want ik ben ook benieuwd hoe jij dat ervaart. Maar schatten liggen wel ook in de diepte. Zeker. En daarvoor moet je ook best, of moet, je moet helemaal niks, poep en plassen. Maar daarvoor mag je wel heel lang op dezelfde plek graven om daar bij die diepte te komen. Ja. En het valt mij soms wel eens op. Hè, natuurlijk volg je passie, plezier en enthousiasme. Maar alle kanten op is ook nergens heen. Nee. Dus, want met de swapfiets en de swipe-relaties. Even kijken, mijn punt is eigenlijk, hoe voel je of hoe bepaal je van, en nu moet ik ook eens even doorgraven en doorzetten. En nu moet ik toch maar gewoon weer swipen, swappen en lekker mijn passie en plezier en enthousiasme achterna lopen. Omdat je denkt dat je, als je te veel je passie, plezier en enthousiasme achterna gaat, dat je dan te veel verschillende kanten op gaat? Dat je dan te veel dingen hebt die je enthousiasme... Nou, ik denk dat er een verschil is tussen passie, plezier en enthousiasme. Want dat is eigenlijk mijn hele leven al hetzelfde. Ja. Ik bedoel, ik heb letterlijk foto's van mezelf dat ik als 4-jarige in een badpak achter de typemachine zit. Ja, dat doe ik nog steeds. Ja.
Want om me heen kijken en kijken wat ik zie en daar een verhaal van maken of wat me... En dat sporten, hè, eventjes slappe ouwe hoeren met de jongens en dan toch proberen te winnen, zeg maar. Ja. Gewoon heel leuk. Maar snap je mijn punt dat we... Ik bedoel, we hebben volgens mij nog nooit zoveel echtscheidingen gehad. Mm-hmm. Want we denken toch iedere keer van, nou, ik ga ergens anders het glas water geven. Ja, ik zei het goed. Ja. Ik zeg het goed. En dat merk jij natuurlijk nu ook met dit proces. Je hebt aangezegd, je moet wel consequent komen opdagen. Ja. Want anders heb je een hartstikke leuk idee, maar dan heb maar dan je heb niks. Nee. En ook met dat roeien. Er zijn echt wel grotere talenten dan ik, maar ze komen gewoon niet vaak genoeg consequent opdagen. Nee. Dus ja, ik roei ze toch voorbij. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik denk dat tweeledig. Voor mij is het precies hetzelfde. Alles wat ik nu doe, deed ik al als kind. Dus op mijn kamer zitten, in mijn dagboek schrijven, plakboeken maken, muziek luisteren, doen alsof ik Charlie's Angels was en luisteren naar iets en dan mysteries oplossen. Dat doe ik nu nog steeds. Door hier aan te werken, ik heb inderdaad aangezegd, ik moet nu ook B zeggen, want het is echt af en toe best wel stressvol, want ik heb mezelf behoorlijk op een tijdlijn gezet. Wat me helpt, maar dat is eigenlijk al aan het begin van mijn carrière deze kant op. Namelijk, ik vond alles leuk. Ik hou van alles. Als het me enigszins creatief is, dan was ik ervoor te poren. Ik had ook echt alles. Van haken, breien, punniken, tot tekenen, schrijven, alles. Puntje bij paaltje deed ik niks. Want ik was... Ik was all over the place. Ik had mezelf totaal overprikkeld. Ik dacht, oh ja, maar dan moet ik, als ik dan die pennetjes heb, dan kan ik beginnen. Of als ik die verf heb, dan kan ik beginnen. Of als ik dit heb, dan kan ik beginnen. Of ik was alweer aan het zoeken naar iets anders wat ik ook creatief vond. En dan was ik dat draadje weer achteraan aangegaan. En ik had alles. Ik had een atelier vol met alles. Maar ik had nothing to show for. Want ik kon mezelf gewoon niet... Tegen die tijd kwamen de kinderen weer uit school. Of er was alweer iets. Of ik was zo moe geworden van al dat denken erover dat ik niks had gedaan. Toen dacht ik, oké, wat is dit? Want ja, ik vind alles cool. En ja, ik voel me overal toe aangetrokken. Maar ik heb niks, er komt niks uit mijn handen. Toen dacht ik, oké, wat van deze dingen wil ik het liefst? En dat was tekenen en schrijven. Maar dat vond ik ook het spannendst, want dat kon ik het minst. Oh, je kon het dat minst. Dat dacht ik in ieder geval. Tenminste, ik had nog nooit iets getekend. Het was iets wat me aan me trok. Maar wat ik vooral deed in het lezen erover. Andere art journals van anderen. Over zitten kwijlen van lekkerheid. Met een enorm verlangen om het te doen. Maar elke keer denken, ja, maar dat kan ik niet. Of dat is niet voor iedereen. Dus dacht ik, oké, dat is wel wat ik eigenlijk het allerliefste wil. Dus je hebt jezelf de vraag gesteld van alles wat ik hier lekker vind, wat vind ik het lekkerst? Wat vind ik het lekkerst? Of wat vind ik het leukste? Ja. Of toch het liefste? En dat vond ik dus ook het engste. Maar toen dacht ik, oké. Ja, daarbij je grootste angst. Dat ligt in the cave you fear to enter holds the treasure that you seek. Joseph Campbell van The Hero's Journey. Ik dacht, oké, dat is wel wat ik het liefste wil. En dit zijn allemaal eigenlijk voorlopers van alle experimenten die ik nu doe. Ik dacht oké, ik geef mezelf 30 dagen. Want omdat ik ook weet dat ik ongeveer 30 dagen nodig heb om in ieder geval die nieuwe neuropaden in je brein te maken. Ik parkeer alles in een soort droomkabinet. Ik had gewoon letterlijk, daar in het atelier had ik gewoon letterlijk een kast, had ik alles ingedaan. En het enige wat ik er nog uit had, waren mijn tekenspullen en mijn schrijfspullen. De rest had ik geparkeerd in mijn droomkabinet. Dat is voor later, het hoeft niet weg. Het is niet zo dat ik er niks meer mee wil. Maar 30 dagen lang ga ik alleen tekenen en schrijven. En dat heeft me er de diepte in geholpen. En de rest is er nooit meer uitgegaan. Het is bij tekenen, ik gebruik nog steeds veel dingen als in art journals. Of ik gebruik wel andere materialen. Maar dit bleek echt de hoofdmoot zijn. En de rest zat in mijn droomkabinet. En dat doe ik nu nog steeds. Als ik... Maar je pusht jezelf dus wel. Je kiest koers en dan hou je toch even vast. Ja, omdat ik had gewoon niks. En je kan het voelen. Want ik voelde me, geïnspireerd door alles wat ik cool vond. Maar ik voelde me eigenlijk heel ongelukkig. Want ik had steeds niks. Ik voelde me heel onrustig en ik voelde me heel all over the place. Ja.
Dus als ik ga kijken naar wat voel ik en wat ben ik dus eigenlijk aan het uitzenden? Chaos. Ik ben alleen maar meer chaos aan het creëren. Want dit is de frequentie waar ik op zit. En ik zit dus op dat kanaal. Daar ligt alleen maar chaos. Dus ik zal ook steeds meer chaos aantrekken. Dus door mezelf even uit die chaos te halen, denk ik, oké, één ding. Minimaal 28 dagen. En dan jezelf elke keer terug. Want want het makkelijkst is, en dit is natuurlijk ook gewoon, dat zijn de neuropaden in je brein. Dat is, je brein wil je gewoon veilig houden. Dus die doet vooral wat je altijd al deed. Want dat is denk ik, oké, daar hoef ik niet over na te denken. Heb ik geen energie voor nodig. Dus dat, maar het kostte waanzinnig veel energie. En waar dit mij ook aan moet denken, is dat je dan ook op een gegeven moment, je moet je over de bühne komen met iets. Ja. En dan kan je kop er ook af. Ik bedoel, ik schrijf blogs en ik heb heel veel fans, maar ik heb ook heel veel haters, om het maar zo te zeggen. Ja. Die er anders over denken. En dat heb je natuurlijk ook. Er zijn mensen die vinden het mooi wat je maakt, maar er gaan dan ook mensen zijn. Ja, die gaan er wat van vinden. Die gaan het lelijk vinden. Ik noem maar wat. Ja. Maar dus ik heb op een gegeven moment echt tegen mezelf gezegd, regels, leuk al dat consumeren, dat mag ook wel, maar eerst publiceren en produceren. Ja, precies. En dan weer studeren, of dan weer consumeren eigenlijk, maar dan weer studeren bijvoorbeeld. Ja. Maar jij hebt dus eigenlijk gewoon jezelf, zelfkennis, zelfbeheersing. Ja, zelfkennis. Ja, je moet ook echt naar binnen. Het is echt, Your Universe noemt het binnenwereldoriëntatie. Het is, je moet eerst weten wat. Je moet jezelf eigenlijk een soort van observeren als een soort alien. Denk, wat doet ze? Denk, oh, ik zie er alweer als een soort van kip zonder kop rondrennen. Met al die dingen achterna rennen. Van dit is cool, dat is cool. En nog meer bestellen. Jongen, ik bestelde werkelijk boeken, dingen van alles. Voor al die creatieve dingen die me allemaal aantrokken. Daarvan zou ik nu denken, oké, wacht heel even met dat bestellen van dat. Want alles wat je hebt, daar moet je wat mee. Hè? En elke keer dat schuldgevoel wat je voelt, onbewust, als je het allemaal ziet liggen, want daar moest je ook allemaal nog wat mee. Laadjes vol met, maar daar kan ik nog dit van maken, kan ik nog dat van maken. Een beetje creatief. Je bent ook gaan weggooien misschien wel. Ja, op een gegeven moment, na die 30 dagen en toen ik er echt in zat, en langer. Maar toen ik dacht, oké, het is echt dan, ik ga het allemaal wegdoen. Want hoe minder ik heb, hoe vrijer ik me voel. Hoe meer ruimte ik heb om te creëren. En dat geeft me ontzettend veel space. Ja. Dus ik denk enerzijds dat om de diepte in te gaan. En anderzijds, en daar komt dan weer die wet van polariteit terug. Dat je krijgt wat je niet wil, in plaats van wat je wel wil. Dat je gewoon letterlijk in de, ik noem het wat, de law of opposite is. Het is een soort van de law of opposite. Dat je in die shit terechtkomt. Dat je denkt, oké, maar het is de wet van polariteit die zegt dat alles heeft twee kanten. Een positieve kant en een negatieve kant. Dit is waarom het zo fijn is als je in het midden kan hangen ervan. Want dan laat je je niet te veel uit het lood slaan door de negatieve kant. Of te veel in je high vibe zitten in de positieve kant. Want dan word je daar afhankelijk van. Ja. En je wordt gewoon een junkie. Je wil elke keer, en dan heb je steeds meer nodig om datzelfde gevoel te voelen. Dus het is sowieso, en met de wet van polariteit krijg je gewoon zo nu en dan te zien wat je niet wil. Maar als je, om vervolgens te weten wat je wel wil. Het is ook lekkerder om te eten als je honger hebt. Hè, dan ben je ook, dan heb je even wat je niet wil. Namelijk, je hebt honger. Maar juist als je dan voedt, dan is het veel vervullender dan als je altijd. Dus daarom moet de topsporter af en toe even verliezen, zodat hij weer voelt hoe leuk het is om te winnen. Nou ja, als je het zo kan zien in ieder geval, dat als het gebeurt dat je verliest, dat je denkt, oké, dat winnen, dat voelt wel echt fijner. Oh, dus zo voelt de ander zich als die van mij verliest. sorry. Dus, maar daar ga je ook, als je daar de diepte in gaat, als je op zoek gaat, als je een goudzoeker blijft en je gaat op zoek naar het goud in de shit. En je kan het in eerste instantie niet zien, maar er komt altijd een moment dat je het kan zien. Ja. En daar ga je ook de diepte in. Dus als je in een relatie in de shit zit, in plaats van dat je inderdaad naar de buren gaat voor het groenere gras, dat je denkt, oké, maar wat, dit is mijn commitment voor nu. Want ja, je kan wel aan de gang blijven inderdaad. Dit is mijn commitment. Ik committeer me aan, first of all, mezelf. En je bent geen partner. Je hebt geen partner. Je bent een partner. Wat is mijn aandeel hierin?
als je elke keer terug kan brengen naar jezelf en elke keer terug kan gaan naar. En daarom is het, je hebt genoeg aan jezelf. Aan wat er allemaal te vinden is in die binnenwereld, in die schaduw, in al die dingen. Jongen, voorlopig kan je nog eindeloos voort op onderzoek in jezelf. We gaan zo afronden, maar ik heb één ding echt met koeienletters opgeschreven. En waarom heb ik dat gedaan? Ik was laatste gast in de podcast Hoe Word Je Steenrijk? Oh, ja. En er wordt natuurlijk mij ook regelmatig gevraagd, waar investeer je in? En toen heb ik laatst maar gezegd, investeer nou maar gewoon in een wildplukcursus. Kan nog wel heel belangrijk worden. Maar inderdaad, je zou maar heel veel geld hebben of heel veel goud of heel veel bitcoins. Maar je bent niet vindingrijk. Ja, ik weet niet. Hij kwam bij mij is goed, hè? Binnen als een bom. Dus, heel leuk. Ben jij rijk? Ja, absoluut. Want ik ben vindingrijk. En dat, maar dan heb je me toch een rijkdom te pakken. Dan heb je me toch een rijkdom. En dat kan je overal op inzetten. Ook op die momenten dat je in die shit zit. Als je vindingrijk bent, dan ga je... En ook, je wordt gewoon een soort van MacGyver. Nou, jij hebt natuurlijk ook in je woonboot een pomp waarschijnlijk. Die af en toe bij ons is die pomp af en toe ineens weer. Dat je denkt, hoor ik hem weer piepen beneden. En denk ik, oh shit, alles uit. Dan kan ik op twee manieren naar beneden. Namelijk vloekend en tierend vol. Dan denk ik, oh man. Of ik ga eens een MacGyver naar beneden op onderzoek. Van, ik ben even benieuwd wat er nu weer aan de hand is. En dan, je staat gewoon... En dit is waar we mee begonnen, met die stokjes. Als je je energieveld openmaakt, dan sta je ook veel meer open voor die vindingrijkheid. Je staat letterlijk open voor alle rijkdom. Maar met name ook voor die vindingrijkheid. Ja. Dat je met de oplossingen komen naar je toe. Dat je denkt, dat kan ik eens proberen. Oh, dat kan ik eens proberen. Ja, en daarvoor mag je ontspannen zijn. Daarvoor moet je ontspannen zijn. Ja, want als je lekker ontspannen bent, dan komt dat. Terwijl als je zit, dan zie je vaak maar 2-3 opties. Terwijl letterlijk, als je als een kind bent, ontspannen. Man, wat hebben die altijd oplossingen en ideeën. Dat is ongelooflijk. Leuk. Maar over die pomp gesproken, mag ik toch nog even een verhaaltje kijken hoe goed ik ben, hou van mij. Ja, zeker. Want de pompman is langs geweest op de eilanden, ook bij jullie. En ook bij ons. En hij zei, ik heb nog nooit zulke schone kleppen gezien bij de pomp. Toen dacht ik, want zo baasje, zo pomp. Van wat daar doorheen komt. Ja. Oh, ja, hij zei helemaal mooi. Geen vetten zo op de kleppen. Ja, die stak ik even in mijn zak. Nou. Die vond ik heel leuk. Maar goed, hij was wel net iets te laat. De pompman. Heb ik je toch laatst verteld? Ja. Ja, want wat was er gebeurd? De pomp zat verstopt en... het hele riool liep door ons badkamer. Ja, fijn. Dus toen, maar see the shine in the shit. Yeah. De grap was dat ik had allemaal witte bleek gekocht. Iets van 12 flessen. Nou, had ik echt flink commentaar op gekregen van iedereen om me heen. Yeah. Janneke, koop jij bleek? Ja. En dat past toch helemaal niet bij je en bla, bla, bla. Nou, toen die pomp overstroomde, wist ik dus precies waar die 12 flessen bleek voor goed waren. En de grap was... we hadden net met allemaal spaarpunten iets van 30, 40 nieuwe handdoeken gekocht. Maar 30, 40 nieuwe handdoeken nemen heel veel ruimte in beslag. Nou, dat is bulk. En dan kom je ook op zo'n moeilijk punt. Wat ga je met die oude handdoeken doen? Die eigenlijk best wel lekker zijn, hè? Ik weet nu precies waar ze voor gebruikt zijn. Die zijn dus daarvoor gebruikt. Daarna konden ze ook direct in de vuilcontainer. Ja. En Mitchell liep al een tijdje te klagen over de vloer in de badkamer, want die zat wat los hier en daar. Nou, ik zeg helemaal top dit, hè? Want dit is het kan moment. Er ook een nieuwe vloer in. Ja. Dus toen moest ik ook, want toen kwam ik jou op de parkeerplaats tegen. Ja. En had ik dus net letterlijk tot mijn letterlijk tot mijn oksels in de stond gezeten. En maar toen dacht ik, prachtig, die bleek. Oh, wat was ik dan Maar waar daarmee? Had je hem voor gekocht, weet je dat? Nou, dat weet ik dus niet. Nee, je had gewoon... Hiervoor. Ja. Zonder dat je... Maar weet je nog wat je dacht toen je 12 flessen bleek kocht? Nou, dat weet ik dus niet zo goed meer. Maar ik had ze wel. Je had gewoon een aanbidding gezien of zo. Dat je dacht, dat moet ik even meenemen. Bizar. Nou ja, en ook die handdoeken. Echt perfecte timing. Ja. Kon niet beter. En dus ik... dan moest ik weer heel erg om lachen. Ja. Nou ja, gelukkig, want er zijn er maar weinig die heel erg kunnen lachen om... Een verstopte pomp. Ja. Ja, en het was net op het moment voordat we naar het WK gingen...
Shit. Ja, maar nee, dat was dus helemaal perfect. Oh. Want ik heb alles schoongemaakt, ja. Alles in de bleek gezet. En wij waren lekker pleiten. Ja. En toen hebben we alle de droogspullen aangezet. Alles is lekker gaan drogen. Wij waren er toch 2 weken niet. Ja. Kon niet beter. Nee. Nee. Dus, heel goed. Ja. Wil jij nog wat zeggen? Nee, waar kan ik dit eigenlijk vinden? Want ik heb het ergens online of jij zo. Jij hebt het online. Ja, we doen het ook alleen maar online. We doen het ook via eigen kanalen. Omdat we het helemaal in eigen beheer doen en helemaal zelf. En omdat het gewoon een wat dat betreft een soort van ingewikkelder product is dan gewoon een boekje even doen. Ja. Dus, ik weet toevallig wat in kleur printen op dit papier kost. En verzenden. Ja, ik weet het toevallig. Ja. Nee, het is echt. Maar ja, dit is ook. En ik denk dat dat ook tegelijkertijd een hele en gewoon heel fijn is. You want what you want. Dit is wat ik wil maken. Ik ga geen concessies doen op kwaliteit. Ik ga geen concessies doen op. Ik wil gewoon. Dit is. En dit geeft zoveel voldoening. Ja. Want mensen die zitten mij ook wel eens uit te lachen. Hè? Pak jij zelf je boekje in? Schrijf jij zelf je kaartje? Soms breng ik het product zelfs op de fiets. Zelfs, ja. En, maar er is niks zo leuk als letterlijk dit soort kladjes omzetten in een uiteindelijk boek. En dat overhandigen en dan iemand zijn glimlach zien. Ja. Man, Dan kan je toch sterven eigenlijk gewoon. Nou, ik vind ook, als je nu ook hoort dat het terugkomt van ouders. Ik kan inderdaad gewoon, je kan er janken van. Dat je denkt, wauw. En met name de kinderen die niet lekker meekomen op school. Of de probleemkinderen die ineens helemaal erin zitten. Dat je denkt, wauw. Hoe cool. En ik denk dat is volgens mij wat er überhaupt gebeurt. Op het moment dat jij volgt wat er aan jou trekt. Of waar jij je toe aangetrokken voelt. Daarmee is het altijd voor het grotere geheel. Ja, het absoluut. Is niet alleen voor jezelf. De beste ideeën zijn altijd win-win. Absoluut. Absoluut. Dus ik heb zelf ongelooflijk veel plezier in. Ik vind het echt. En wat ik ook heel leuk vond, ik stond op het Manifestatie Magazine event, op het festival. En mijn kleindochter Liv, die was mee, als een soort Charlie. Zij gingen, want we hadden daar een steentje, dus zij gingen samen met de familie, ook van hier, met Indy, ook hier van het park. Zij waren mee om dit aan de man te brengen. En ze waren ook mee op het podium. Dus Liv was mee op het podium, want het podium waar ik stond, er was geen headset. Het was alleen een losse microfoon. Maar ja, ik als Youth Universe, halverwege ging ik over van Lou naar Youth Universe door even mijn ding aan te trekken. En ik ben natuurlijk altijd van alles aan het laten zien, dus ik moest heen en weer lopen. Dus als ik iets had, dan kwam Liv even op het podium om even die microfoon vast te houden. En die blikt of bloost ook helemaal niet voor zo'n enorme groep mensen. Staat ze ook gewoon rustig op dat podium. En later ging zij als Charlie en Indy als Youth Universe gingen zij weer terug naar de stand. En dat ze ook zeiden van, eigenlijk moeten we een theatervoorstelling maken. Dan ben ik Charlie, ben jij Youth Universe. En zo was het ook Lifter idee om als Youth Universe op het podium te gaan. Ze zei, ja, dat is toch juist cool. Moet je juist als Youth Universe doen. En echt superleuk. Dus hoe zij betrokken zijn hierbij is al goud waard. Echt. En ook, hè, want mijn jongste kleinzoon krijgt hem ook die 6 maanden. En dan FaceTime je hem altijd eventjes. Want staat dan zijn naam op de envelop. Dat vindt ze al helemaal cool. Maar dan gaan we dus wel. Gaan wij alvast voor hem invullen de dingen waar hij nu van houdt. En dat is natuurlijk super cool. Want dan kan je kijken, waar voelt hij zich nu het meest toe aangetrokken? Dat je gewoon eigenlijk vanaf het begin af aan kan zien. Dat je dat lijntje kan volgen van wat spreekt hem aan? Wat is de. En ook bij Miro, die is 3 ook. Daar ook weer met, wat vind je nu cool? Ja. En dan kijken welke lijn daaruit voortkomt. Ja, superleuk. Leuk. Superleuk. Maar je zegt eigen kanalen. Je hebt we doen alleen eigen kanalen. Ja. Hoe kom ik eraan? Loenistad.com. We hebben nu de homepage is eigenlijk al dit. Daar staat alle informatie erover. En, ik kan me ook voorstellen dat je misschien nu kijkt als juf of als meester. Ja, dat zou mijn droom zijn. School. Ja, dat is een van de dingen waar als ik nog mag kiezen voor wat ik allemaal daarmee wil doen, dan is onderwijs daar zeker een van. En ik heb zo'n beetje de hele pilot episode. Hè? Ja. Bovenwijs wordt het dan. Ja, wordt het bovenwijs. Nou, eigenlijk wonderwijs. Wonderwijs, ja. Ja.
Ik heb bijna de hele pilot, alles wat er in de pilot episode staat, maar ook van episode 2 op school gedaan met alle groepen. Groep 1 tot en met groep 8. En dan met name natuurlijk de hogere groepen helemaal inhoudelijk. Waarbij groep 1, 2 met name wet van aantrekking. Door letterlijk met magneten en dingen te doen. Maar vanaf groep 3, eind groep 3, ze konden schrijven. In ieder geval wat dingen onder woorden brengen. Dus heb ik heel veel van de pilot met ze gedaan. Nou, het was super cool. Het is echt dus iets... Mensen, leraren mogen je benaderen? Hoor ik dat goed of hoe gaat zoiets? Ik heb nu veel leerkrachten die het gewoon zelf hebben gekocht... om het met hun eigen klas te doen. Want dingen schoolbreed doen is natuurlijk gewoon heel lastig. En leerkrachten die zijn natuurlijk zelf heel vindingrijk. Hè? Dus die kunnen heel makkelijk bedenken van... Hey, hoe kan ik dit toepassen in mijn klas? Ja. Ik heb mensen die doen het met kinderen in de buurt. Dus dat vind ik ook heel leuk. Die het als een soort van kleine groepjes doen. Maar ja, het is zeker... Maar ook, ik zou voor Charlie een agenda willen manifesteren... zodat zij voor de middelbare school, weet je... waar je dan een wet per maand, weet je, dat je gewoon... Ja. Dat is helemaal heerlijk. Dat zou leuk zijn. Ja, het zou zo tof zijn. Maar überhaupt schoolspullen... Ik zie er echt wel een hele soort van wonderwereld vormen. Maar en inderdaad, hoe cool zou het zijn... als we daar een echte Netflix-serie van gingen maken... Of een tv-programma voor kinderen van Youth Universe staat op mijn wensenlijst. Dus op mijn eigen wensenlijst staat ook nog van alles. Maar hier begint het. Hier begint het met dit maken. Ja. Met commitment. En dit is ook al die dingen in mijn droomkabinet. Supercool als het uitkomt. Maar het is al supercool. First things first. Want als ik nu ga kijken... En dit is waar je jezelf altijd in de gaten moet houden. Ga je... En dat is natuurlijk altijd een beetje op het moment dat je van... creatie in communicatie gaat, dat je alweer snel gaat naar, oh, maar het is niet genoeg, of weet ik veel, dan moet het altijd meer, of dan moet het altijd groter. En ik hoef maar even naar dat mapje te gaan met die opmerkingen van mensen, wat ze eraan hebben, en de filmpjes en de audio's en de dingen die we krijgen, dat ik denk, oh my god, het is gewoon echt nu al super succesvol als je ziet in het resultaat. Klein blijven is ook een kunst. Ja, en ik hou ervan. Ja, het kneuterige, ik ook. Ja, ik hou daar eigenlijk heel erg van. Ik heb echt het idee dat dat de sweet spot is. Ja, grappig hè? Oh, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want ik denk dat ik ken er maar weinig die dat op die manier ervaren. En het is één van de dingen die ik ook graag mee wil geven. En waar we het met name met de wet van vibratie en energie over hebben. En ik denk dat dit ook eentje is die heel belangrijk is voor ouders... Wij willen, en als leerkrachten leg ik het heel vaak uit als in... Weet je, wij hebben een heel orkest in onze klas. Maar ouders willen van al die kinderen eerste violisten maken. Het moeten allemaal naar het gymnasium het liefst. Maar je hebt een heel orkest. Er zit ook iemand... Alleen het hele orkest klinkt mooi. Alleen maar violisten, dat klinkt niet. Dat klinkt niet. Er is ook iemand die de hele tijd zit te wachten... totdat hij één keer keihard kan slaan met die bekkens... om onderdeel te zijn van het grotere geheel. Maar vaak als ouders vinden wij dat niet voldoende. We willen dat die kinderen allemaal eerste viool spelen. En ik denk dat... Ik heb lesgegeven aan hoogbegaafde kinderen... waarvan ik een verhaal ken van een jongen die hoogbegaafd was. Ik heb hem niet zelf in de klas gehad. En hij wilde buschauffeur worden. En zijn ouders die wilden dat absoluut niet. Want ja, je bent zo hoog intelligent, dan ga je toch geen buschauffeur... Hij was echt... gefascineerd. Ik denk, geef die jongen de ruimte om dat te volgen. Want je weet niet wat hij gaat oplossen in dat geheel... met dat brein wat hij heeft en een fascinatie voor bussen. En, ja. Hè, dat ik zou willen dat we... En dat vind ik de makke van het hele manifesteren. Want ja, alles is... Je kunt alles creëren wat je wil. Je kunt alles worden wat je wil. Maar ik denk dat het die hele maakbaarheid van dingen... dat funest is voor... Je denkt al snel als kind of als mens... dat je nu van alles moet zijn. Want ja, je kunt tenslotte alles worden wat je wil. Maar er is zoveel eer te behalen in de kleine beroepen... in de simpele dingen, in de... Ik zal je even een grap vertellen. Ja. Mijn zusje... Mijn vader wist echt toen hij 6 was al wat hij wilde worden. Mijn moeder ook. Ik ook. Maar mijn zusje ook. Die wilde schoonmaakster worden. Ja. En die betaalde ik dus als kind al... om de kamers op te ruimen, schoon te maken. Heeft ze ook prijzen mee gewonnen. Echt waar? Ja, want die is gewoon daar echt voor in de wieg gelegd. Dat is gewoon geboren. Wat een goed voorbeeld. En het is ook niet normaal...
hoe goed zij het kan. Ze post er ook iedere dag op over op haar Instagram. Want ze vindt het ook fantastisch. Ja. En ze lacht mij altijd uit. Dan zegt ze, oh, ben je weer naar de sportschool geweest? Moest je er weer heel veel voor betalen? Ze zegt, ja, ik heb de hele dag sportschool. En dan betalen ze mij, hè? Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, dat is ook echt heel erg slim. Ja. Want die doet de hele dag yoga. Ja. En daar vangt ze heerlijk voor per uur. Ja. Terwijl wij betalen het, nou ja, wij moeten het betalen. Ja. En dan mogen we weer. Ja. Ja. Dus, ja. Maar het is echt, ik vind het belangrijk dat, dat we zijn met z'n allen een samenleving. Weet je, nu moet alles... Nee, het orkest kan alleen maar mooi klinken als we allemaal een ander instrument bespelen. Zo simpel is het gewoon. Ja, en wat ik ook, denk ik, wat ik misschien echt nog wel heel graag even wil zeggen, daar had ik het ook over met Manifestatie Magazine, is dat, dat een van de redenen dat dit er is, is natuurlijk vanwege, omdat we nu zoveel op de schermen zitten en zoveel, omdat we onze kinderen eventjes ergens willen planten. Maar wat ik er heel kwalijk aan vind aan in het ouderschap, wij zijn niet het universum. Het universum is het universum. Wij zijn er om onze kinderen te leren om zelf een bestelling te plaatsen bij het universum. Om zelf te zorgen dat hun frequentie is afgestemd op wat zij het leukst vinden. Wat wij nu doen gaat heel vaak dwars tegen de wet in. Namelijk als kinderen gaan dreinen, met andere woorden zitten op een super lage vibratie. Om van het gezeur af te zijn, geven we ze een iPad, geven we ze waar ze om zeuren in de supermarkt, geven we ze waar ze om zeuren, omdat we van het gezeur af willen zijn. Maar eigenlijk leren we ze op dat moment, ze manifesteren, ook al is het manipuleren, ze manifesteren iets op een hele lage frequentie, maar de enige plek in het universum waar dat kan, is bij je ouders. Want geen niks wat je daarna gaat doen, kan je op die vibe iets creëren. Op die vibe kan je alleen maar meer gezanik en gezeur, alleen maar meer ontevredenheid manifesteren. Dus het is niet heel gek dat als wij die kinderen allemaal gewoon maar om van het gezeur af te zijn, op die lage vibraties alles geven wat ze, waar ze om zeiken, dan, en ze gaan de deur uit, dan, is het, dan snappen ze niet dat ze bij hun baas niks voor elkaar krijgen of dat ze niks van de grond krijgen. Of omdat ze, want ze, de frequentie... Ze zitten op dat horrorkanaal, maar daar word je thuis voor beloond door te krijgen wat je waar je om zeurt. Maar het is de enige plek in het universum waar het kan. Jij bent niet het universum voor je kind. Jij wil je kind helpen zelf te manifesteren wat ze willen. Dus dit is waarom je je kinderen ook niet alles wil geven waar ze om vragen. Om alles te geven wat ze willen hebben. Überhaupt verlangen is zo'n fijne vibe eigenlijk. Maar in onze hele instant... gratificatiesysteem. We hebben alles meteen. We hebben zo weinig om naar te verlangen. En we regelen het meteen. Wil je dit ook kan? Want alles kan. Omdat het kan, zou verboden moeten worden. Gewoon omdat het kan, is daarmee maken we zoveel stuk. Want inderdaad, de vindingrijkheid is ver te zoeken. Want we kunnen het gewoon afkopen. We kunnen het gewoon doen. We kunnen het gewoon geven. We kunnen het gewoon... Je wordt, en dat is voor mezelf, en dit is waarom ik denk ik heel erg hou van simpel. Omdat ik kan er niet gemakzuchtig van worden. En gemakzucht vind ik een van de naarste kwaliteiten van mezelf. En dat is nou eenmaal, mijn brein doet het gewoon. Want ja, het is wel de snelste manier. Ja, maar check even bij jezelf in hoe je je voelt na gemakzuchtige handeling. Het is echt, het is plat, het is dood, het is... Terwijl, ik heb laatst ook weer heel creatief dingetjes staan op te lossen, te midden van allemaal jongens. Dus naast dat het mijn ego nogal streelde, is het gewoon vet leuk als je met houtje touwtje dingen oplost en het cheft. Ja, absoluut. Ja. Het geeft zo'n voldoening. Dus we moeten onze kinderen ook zelf dingen laten oplossen en het niet voor ze oplossen. Want daarmee ontneem je ze letterlijk hun vindingrijkheid. Je ontneemt ze letterlijk de voldoening van iets moeten doen. Dat is denk ik waarom het zo belangrijk is voor kinderen om mee te helpen met koken. Mee te helpen met dat huis onderhouden. Mee te helpen met... Mee te helpen. Gewoon, we zijn er met elkaar. Ik ben hier niet voor jou. Ik ben hier met jou. We zijn dit samen aan het doen. Ja. Want daar ligt de voldoening. Ja. Ja. Nou... Dat dus. Dat dus, leuk.
Jij ook heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. De nieuwsbrief die ik hierover verstuur, mag je ook gewoon lekker naar iedereen doorsturen. Vind je het, waardeer je het, dan waarderen wij het weer enorm als je naar jannekevandermeulen.nl gaat en dan zoekt naar dat kleine knopje doneren. Heb ik nog nooit eerder gezegd, maar ik ga gewoon vragen. Abonneer ook op het kanaal. Ja, hè? Waarom niet? Ja, waarom niet? Want, zeg wat je wil. Als jij dit gaaf vindt, dan komt het misschien bij iemand anders ook even in het zicht. Nou ja, ik moet even oefenen op deze zin. Je merkt het, maar abonneer gewoon. Ja, actie doen. Ja. Ik zie hier actie staan. Ja. En dan tot de volgende keer. Doei!